Die externe actoren zijn enerzijds Jasper Bloemen van Glimps en Laura van The Desert. Maar anderzijds zijn jullie dat natuurlijk zelf ook. Het zijn niet allemaal werknemers van de afvalintercommunales die hier vandaag aanwezig zijn. Ook mensen van buiten de afvalintercommunales. Dus dat is heel interessant. Hou jullie zeker niet in bij vragen of opmerkingen. En daarnaast hebben we ook enkele specialisten aanwezig vandaag, zoals Tom Klaas van Ivago en Ilse Luipaard van Limburg.net. Zoals ik al zei, we gaan kort over de circulaire economie hebben, waarna we jullie aan het woord laten waar de afvalintercommunales in de toekomst naartoe zouden moeten gaan. En na de pauze, in het tweede deel, gaan we het over communicatie hebben. Dus iedereen kent denk ik ondertussen de spelregels wel, microcamera uit en steek zeker je handje op als je een vraag hebt. Misschien die vragen proberen te bewaren tot nadat de spreker klaar is. Opname is ondertussen ook gestart. Oké, goed. Oké, dan kunnen we eraan beginnen. Ik denk dat iedereen ondertussen wel weet wat de circulaire economie is. Dus ik wil daar eigenlijk niet te hard of te diep op ingaan. Moest je daar toch nog niet helemaal in mee zijn, dan zou ik zeker voorstellen om de website van Vlaanderen Circulair eens te checken. Die hebben heel veel goede voorbeelden, heel duidelijk uitgelegd allemaal. Maar om er toch even in te komen, zou ik graag eens willen vragen aan jullie wat er voor jullie in deze grafiek ontbreekt. En er is geen juist of fout antwoord. En het is gewoon een open vraag eigenlijk, of er voor jullie iets mist. Dat kan dus van alles zijn. Gewoon je eerste gedachtegang. Je denkt van, goh, dat zou er voor mij nog in die grafiek mogen staan. Doen we dat in de chat? Of, Als iemand wil spreken, is dat zeker goed. Ik zie mijn collega Luus Wema al preventie. Ah, en Piet Koopman, preventie. Team Interafval is helemaal zot van preventie. Zijn er nog anderen, buiten mijn collega's, die daar iets aan willen toevoegen? Ja, preventie en het groeimechanisme van de economie wordt niet direct benoemd. Oké, goed. Het was eigenlijk een open vraag, dus geen juist of fout. Ik zag bijvoorbeeld dat het kringetje met delen er niet bij stond. Veerle Labeeuw zegt het sociale aspect dat niet in de grafiek aan bod komt. Dat klopt ook. Natuurlijk, er is maar een beperkte mogelijkheid om alles in een grafiek op te nemen. Maar het is als eigenlijk maar, om eens de muggen ziften en jullie voor te bereiden op mijn volgende slide, dat er dus meerdere antwoorden mogelijk zijn over wat de circulaire economie nu precies is. Afhankelijk van je ideologie of visie of vertrekpunt kan je een economie of de circulaire economie heel ruim of heel nauw bekijken. Er zijn verschillende duurzaamheidsvisies door de jaren heen ontwikkeld. En je kunt dus eigenlijk beginnen vanuit het economisch perspectief of vanuit het sociaal-maatschappelijke perspectief. Of je zoekt bijvoorbeeld stevast naar het raakvlak, daar aan de linkerkant, tussen die drie. Het model dat nu eigenlijk in opmars lijkt te komen, is wat Veerle, denk ik. Ja, Veerle al zei daar straks in de chat, is de circulaire economie eigenlijk vermengd met het meer sociale, oftewel de donut-economie van Kate Raworth, waar je vertrekt vanuit maatschappelijke of sociale behoeften die moeten kunnen plaatsvinden binnen binnen de ecologische grenzen van de aarde. En je ziet dat zij daar voor een totaal nieuw economisch model pleiten, waar de maatschappelijke welvaart moet kunnen losgekoppeld worden van grondstofgebruik bijvoorbeeld. Ze gaan ook uit van regenerative flows of regeneratieve stromen. Ecodesign is daar ook van belangrijk en burgerparticipatie bijvoorbeeld ook. Dus ik zou dus niet te hard willen focussen op waar gefocust op moet worden binnen de circulaire economie. Ik denk dat iedereen er wel van overtuigd is dat de circulaire economie interessant is. Waarom? Grondstoffen worden schaarser. Het levert jobs op. Het stimuleert innovatie. Het draagt bij om richting klimaatneutraliteit te gaan. Dus dat is allemaal heel positief. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook
de kritieken op de circulaire economie. Dat bijvoorbeeld moderne producten worden misschien wel lichter, maar ze worden ook steeds complexer. En dat druist bijvoorbeeld in tegen efficiënte recyclage. De focus ligt ook vaak op recyclage, waar dat de aandacht achteraf... de slide wordt achteraf toegezonden. Waardoor dat de aandacht een beetje wordt afgeleid van andere aspecten binnen de circulaire economie. En de focus kan bijvoorbeeld ook liggen op bijvoorbeeld maar een bepaalde cirkel in plaats van op de hele cyclus. Dus voldoende kritiek eigenlijk ook op de circulaire economie. En toevallig ligt die kritiek vaak ook op de sector, op het aspect waar de afvalintercommunales actief zijn. En dat is dus het inzamelen en recycleren van grondstoffen. Nou, de volgende slide toont dus, ons dus eigenlijk wat de afvalintercommunales al doen binnen de circulaire economie. Dit is een beeld dat ik heb geknipt uit het perceptieonderzoek van 2018, dat door Interafval werd uitgevoerd om te zien wat de Vlaamse burgers eigenlijk denken en weten van hun afvalintercommunales. En daar wordt eigenlijk toch wel duidelijk wat de afvalintercommunales doen. Vanuit de beheersoverdracht kun je bijvoorbeeld een aantal zaken opsommen, zoals bijvoorbeeld afvalpreventie, inzameling van afvalstoffen, het transport van afval, het verwerken ervan, hergebruik initiëren, eventueel via de kringwinkel. Communicatie daarover is natuurlijk ook belangrijk. Afvalintercommunales doen ook aan juridische en technische ondersteuning van milieudiensten. En wanneer je vertrekt vanuit de werking van Interafval, zie je dat afvalintercommunales eigenlijk ook bijdragen aan de dagelijkse werking. Via beleidsmatige input over afvalstromen, over ecodesign, inzameling. Ze doen aan kennisdeling, als het niet intern is, ook extern. En ze zijn ook vaak partner in proefprojecten. Wanneer we dat dus in die grafiek, in dat vlinderdiagram terug bekijken, zie je eigenlijk dus dat de afvalintercommunales op heel wat vlakken toch actief zijn. Dus vaak is de vraag van, wat doen de afvalintercommunales binnen de circulaire economie? En ik denk dat het dus wat roze onderlijnd is, toch wel duidelijk weergeeft dat ze op heel wat stromen toch wel zich inzetten. Wanneer je dat dan terugkoppelt naar die harde en zachte beleidsinstrumenten, ik heb daar net ook al gezegd eigenlijk, ze dragen bij aan wetgeving via OFAM, het kabinet, via Interafval. Ze werken met duurzame overheidsopdrachten. Ze in de financiële bijdrage van hun burgers, maar ook via de producenten. En ook doen ze hanteren ze zachte beleidsinstrumenten, zoals kennisdeling, het opstellen van een duurzaamheidsverslag, oftewel dus een actor zijn in een partnerschap. Maar dus, ik dacht dat het misschien interessanter zou zijn als een specialist binnen een afvalintercommunale dit zelf allemaal zou komen toelichten. En daarom is Tom Kleijs vandaag aanwezig van IVAGO. Tom, het is aan u. Oké, dankjewel Nina. Ik ga even delen. Ik denk dat ik een stuk zal herhalen wat Nina heeft gezegd. Als het gaat over inderdaad wat intercommunales doen in de circulaire economie, dan zeggen wij altijd, eigenlijk zijn we al 25 jaar bezig in de circulaire economie, maar natuurlijk de focus dan specifiek voor IVAGO op inzameling en een stuk verbranding met energierecuperatie. Maar via partners doen wij uiteraard ook aan hergebruik, aan recycling en aan de linkerkant ook vergisting. En tenslotte, iets dat vaak vergeerd wordt, wij storten ook uiteraard nog altijd bepaalde fracties. Iets dat daar juist niet in uw schema stond, Nina, is wel toch de CO2 of de emissieaspect. Dus eigenlijk de circulaire economie lijst hier een aantal dingen op. Maar wat eigenlijk nog bijkomend belangrijk is, is dat je al die activiteiten probeert te doen met zo weinig mogelijk emissie naar het milieu toe. Misschien dit een beetje een andere view op die circulaire economie. Waar gaat eigenlijk de circulaire economie over? Is dat we eigenlijk in het begin moeten starten. Dat wordt vaak vergeten. We moeten meer gaan werken op het initiële proces. Dat is om minder grondstof te gaan gebruiken voor materiaal. Vandaag voor bepaalde ertsen moet je zoveel ander materiaal meedelven dat je eigenlijk de natuur een stuk aan het kapotmaken bent. Dus daar moeten we kijken naar alternatieve materialen. Dat zit natuurlijk kant producenten vooral. Het
tweede stap zit ook bij de producenten. Dat is eigenlijk de producten die we vandaag hebben gaan maken met minder en eigenlijk met beter materiaal. Dat kan onder andere door in te zetten op ecodesign. Een derde stap is dan dezelfde functies gaan doen met minder producten. En daar zit op delen en huren van producten. Maar ook herstel en hergebruik. Dat zit dan al meer in onze winkel. En dan is pas de laatste stap, die materialen die dan overblijven, gaan kwalitatief gaan recycleren. En daar speelt natuurlijk de producentenverantwoordelijkheid een belangrijke rol. Maar ook nieuwe technieken. En als je dan kijkt wat er nog bij komt, iets wat het daar juist kort is aangehaald, is natuurlijk dat het blijft een economie. Wordt soms vergeten dat een circulaire economie is nog altijd een economisch model. Betekent dat het ook economisch leefbaar moet zijn. En dat komt straks wel terug. Als je gaat kijken naar de rol van intercommunale en het recupereren van materialen, dan is dat economische, dat rendabiliteit, blijft wel een belangrijke. Waar zetten wij vandaag in als Ivago? Ja, onze core is dat rechterstuk. En ik denk bij de meeste afval intercommunales. Maar wat je ziet is dat we eigenlijk de voorbije 10, 20 jaar, wij zijn opgeschoven. Hè. Wij zetten ook in op het delen en huren, het promoten daarvan. Maar ook op hergebruik en herstel. Dus wat betekent dat eigenlijk sinds de jaren 90 en tot op vandaag? Ja, de intercommunales hebben zich aangepast. Hè. We hebben onze rol moeten aanpassen, we hebben onszelf moeten aanpassen. In eerste instantie burgers informeren over het nut van sorteren. In Vlaanderen zijn we daar goed in, maar dat is omdat we al veel tijd en energie hebben ingestoken natuurlijk. En vandaag schuiven we meer en meer op naar preventie, dat is mensen duidelijk maken dat ze gewoon minder afval moeten produceren. Twee, we hebben al jaren gezocht naar de best mogelijke manieren om in te zamelen. Onze huis aan huis blijft in een element. De recyclageparken, maar ook recenter de voorbije 10 jaar, de evolutie naar ondergrondse containers, mobiele recyclageparken en dan ook allerhande zaken samen met partners zoals de kringwinkels, textielcontainers. Ik zou ze wel nog even kunnen doorgaan. Ten derde hebben wij samen met partners gezocht naar vernieuwing en verwerking. We hebben meer en meer specifieke stromen, kleine stromen. Bijvoorbeeld bij ons kurk, dat wij al vrij lang inzamelen. Maar ik weet dat er collega's zijn die verf inzamelen. Anderen die nog VHS-tapes inzamelen. Dus er is daar zeker veel veranderd de voorbije jaren. Wij zitten momenteel met 40-tal stromen op het recyclagepark. Ja, 10 à 15 jaar geleden was dat helemaal anders natuurlijk. Dan ook in de energetische valorisatie zijn er duidelijk stappen gezet. Ook producentenverantwoordelijkheid. Hè. Vandaag hebben we al een stuk of 7-8 producentenverantwoordelijkheidsschema's. Met pas recent nog het valumatverhaal voor matrassen. Dus ook daar zie je absoluut vooruitgang. Hè. Ook een stuk gedreven vanuit Europa natuurlijk. En dan tot slot, ja, eigenlijk door in de jaren hebben we ook continu samengewerkt met partners. Er zijn intercommunales die zelf inzamelen. Er zijn er die dat volledig uitbesteden. Er zijn gemeenten die hun parken zelf nog beheren. Er zijn aan de andere zijde intercommunales die dat doen. Maar ook voor verwerking hebben wij doorheen de jaren nieuwe partners gevonden. Het is ook zo dat wij zelf met andere intercommunales samenwerken. Wij als Ivago werken ook samen met IDM bijvoorbeeld voor het recupelverhaal. Dus eigenlijk zie je dat we continu ons aan het aanpassen zijn aan de veranderende situatie. Dan is de vraag, hoe ziet de toekomst er dan uit? Hè? En daar is één stelling en die stelling zegt van kijk, weet je, er zal niks veranderen. De intercommunale in de toekomst. Wat betekent dat? Ja, als intercommunales, wie is onze opdrachtgever? Ja, dat zijn nog altijd de gemeenten. En wat is de focus? Is dan ook materiaal en het afval bij burgers. Dat is wel een belangrijke, omdat wij, Ivago is daar ook een beetje een uitzondering natuurlijk, wij zamelen ook in bij bedrijven, maar de focus blijft toch echt onze burgers een stuk ontzorgen. Hè. Dan drie, het hygiënisch aspect blijft belangrijk. In sommige discussies hoor ik van die stellingen, er zal geen restafval meer zijn, je zult alleen nog maar stroom recupereren. Dan haal ik altijd zeer graag asbest aan. Er is nog heel veel asbest in Vlaanderen. En het blijft de rol van iemand om die in te zamelen. En daar zien wij toch voor ons ook wel een belangrijke rol. Dus de term ook afvalintercommunale blijft wel nog een belangrijke. Onze kerntaak is dan ook wat Nina zei, selectieve inzameling en dan ook verwerking. Aangevuld, dat is natuurlijk nieuw, met preventie en sensibilisering. Wat dat ook blijft, is samenwerking met partners. Al of niet voor het uitbesteden van een aantal van die activiteiten. En dan tot slot, de manier waarop je dat materiaal gaat gaan halen bij burgers, dat zal een combinatie blijven van brengen en halen. Alles op breng
is geen optie en alles in haal is ook geen optie. Het zal ook zo zijn, zoals vandaag al, dat ook intercommunales aan een rol hebben, maar ook anderen. Vandaag wordt er eigenlijk al vrij veel via de detailhandel ingezameld. Mensen vergeten dat, maar als je glas brengt naar de Colruyt of de Delhaize, dan is er ook een hele flow die volgt. Bebat is ook zo'n verhaal, Recupal is ook zo'n verhaal, kun je Electra ook naar Van den Borre brengen. De kringwinkel heeft daar ook een rol in. Dus ook het idee dat alleen intercommunales inzamelen is al lang achterhaald. Dan aan de andere kant, ja, zou je kunnen zeggen dat er heel veel zal veranderen. Ten eerste, ja, nog meer die focus op materialen, eerder dan op afval. En om dat te kunnen doen, zullen er zeker nieuwe stromen komen. Het voorbeeld van de luiers is een goeie. Daar linksboven zie je een printje van een start-up die bezig is rond luiers. We hebben ook contact gehad met ons. Die ook zoekende zijn van hoe kunnen we die stroom inzamelen. OVAM is ook de stroomluiers aan het bekijken. En er zijn vast nog veel andere stromen die vooral nog in ons restafval zitten, die er zeker nog aankomen. Daarnaast een andere verwerking misschien van bestaande stromen. Vandaag zijn er stromen die nog gestort worden of die niet kunnen gerecycleerd worden. Ook daar zullen er zeker wel nog stappen gezet worden. En dan toch wel een belangrijk, wat je nu al ziet, is dat het financieringsmodel van intercommunales toch wel gewijzigd is. Waarbij dat je ziet dat de gemeente en de burger minder, in proportie minder, zal moeten betalen. Maar dat het eerder de gebruiker en de consument is. Heel simpel gesteld, vandaag zijn er nog een aantal gemeentes die een forfaitaire gemeentebelasting innen. Afvalbelasting innen, maar je ziet toch een shift naar het belasten van de gebruiker, van diegene die zijn bak buiten zet, of van de consument op het moment dat hij een product koopt. En dan tot slot, we zien ook dat meer en meer producenten zijn die instaan voor de factuur en dus eigenlijk ook consumenten. Maar dat is wel een belangrijke voor ons als intercommunale om in het achterhoofd te houden. Wat geloof ik ook nog, is dat er nog veel zal veranderen in de vorm van nieuwe partnerschappen ook. Als je kijkt naar doorheen de jaren, hebben we allemaal nieuwe partnerschappen afgesloten. En daar zijn er toch wel een aantal opties. Hè. 1, samenwerking met kleine verwerkers of producenten. Ik geef het voorbeeld van de kurk. Dat is een heel kleine verwerker, die komt dat bij ons halen en die verwerkt dat. Misschien zullen er nog zo opduiken, ik ben er eigenlijk van overtuigd, dat zien we ook vandaag een stuk. Misschien gaan er ook producenten zijn die zeggen van ja, ik wil wel bij u komen. Een stuk de producten die ik heb afgezet terugkomen ophalen. Wat je al ziet in de circulaire economie is de samenwerking van bedrijf tot bedrijf, waarbij je een symbiose model gaat krijgen dat de afval van het ene bedrijf het stuk grondstof wordt voor het andere bedrijf. Dat is zeker ook iets dat gebeurt. Ketenwerking burgers en burgers en burgers en bedrijven is denk ik nog iets beperkter, behalve in het deelsegment. Maar ook daar zou je kunnen gaan kijken van ja, afval van de ene wordt een stuk input van de andere. Maar natuurlijk, de vraag is, hoe ga je dat opzetten? En dan is denk ik iets wat ik een open vraag wil mee eindigen, is wat zal dan de rol van de intercommunale zijn in dat soort samenwerkingen? Word je een facilitator? Ik geef het voorbeeld van die luiers. Daar hebben wij dan eerder een adviserende rol gehanteerd, doordat wij uitleggen hoe dat ons model in elkaar zit en of dat al of niet fit in ons model. Word je een logistiek partner, aangezien dat wij toch een breed haal- en brengnetwerk hebben? Worden wij dan een partner die een stuk stromen zal inzamelen? Ik geef het voorbeeld van Koffiegruis, is een vrij bekende. Zal Douwe Egberts ons vragen om alle resten van Koffiegruis op te halen bij burgers? Wie weet. En tot slot misschien, wat ik ook wel zie, is het model van open innovatie, waarbij je een stuk innovatie doet met kleinere privébedrijven, waarbij die een bepaalde stroom misschien gaan inzamelen, waarbij je die een stuk laat testen, waarbij dat je dan achteraf dat incorporeert in het model van de intercommunale. Er zijn zeker al voorbeelden van geweest en denk ik kan in de toekomst nog verder gebeuren. Nu, misschien om te eindigen, een aantal uitdagingen. Vanuit onze expertise ook. Hè. Een eerste uitdaging is mensen meekrijgen. Wij zijn al tientallen jaren bezig om mensen mee te krijgen om te sorteren. En je ziet, zelf vandaag nog blijft dat een uitdaging. Als je ziet in sorteeranalyses wat er allemaal in restafval zit dat eigenlijk recycleerbaar is, Dan zie je dat er absoluut nog werk aan de winkel is. En dus stel dat je mensen gaat zeggen van ja kijk, morgen moet ook je luiers apart buiten zetten, je koffiegruis apart buiten zetten, of met je koffiegruis moet je rijden naar de Colruyt, met je pampers moet je rijden naar de Delhaize of naar een recyclagepark. Dus mensen meekrijgen, burgers meekrijgen, is toch de meest moeilijke en de meest cruciale ook. 2,
ja, logistieke uitdagingen, mobiliteit. Ik kan het voorbeeld geven in Gent. De vraag wordt ons gesteld om steeds met kleinere voertuigen te rijden. Maar als je de tonnage ziet die wij moeten vervoeren, dan is mobiliteit absoluut moeilijk. Als je een logistiek model opbouwt waar iedereen voor één stroom in de stad in rijdt, dan wordt het opnieuw moeilijk. Milieu-impact is eraan gerelateerd. Logistiek ook, ja, de keuze tussen wat haal ik en wat laat ik brengen. Wat doe ik aan voorsortering, wat doe ik aan nasortering? En ja, uiteraard een kost die verbonden is aan elk van die keuzes. Dan een aantal organisatorische uitdagingen. En voor mij is de eerste en belangrijkste controle van de zuiverheid. Recyclage, maar ook materiaal, kringlopen sluiten, kun je alleen maar als je een stuk controle hebt op zuiverheid. Ik herinner mij een bedrijf dat bij ons kwam 2 jaar geleden en zij vroegen om mos apart in te zamelen. En dat was al een vraag van, oké, over hoeveel gaat dat dan? Maar dan vooral, als stel we in het recyclagepark willen we mos aanvaarden, wie doet dan de controle van de zuiverheid? En hoe kunnen wij een stuk garandeerd worden dat als het niet zuiver genoeg is, dat we toch afzet hebben? Materiaal en competenties, ja, als je gaat naar nieuwe stromen, kunnen nu parkwachters dat aan? Moet je nieuwe type profielen hebben? Als je aan huis andere dingen gaat ophalen, moet je andere profielen hebben? Budgetten en financiering, dat heb je er juist al vermeld. En dan daarnaast de technische evoluties moeten er natuurlijk ook wel zijn. Als er nog uitdagingen, het stuk het wettelijk kader. Vandaag zijn intercommunalen, ze houden een opdracht gekregen door de gemeenten. Ja, de vraag is hoe breed is die opdracht en laat die toe dat je nieuwe dingen gaat doen in een circulair model. Twee, een stuk rond afval. Ja, de afvalwetgeving laat ook niet toe om zomaar met afval te beginnen handelen. En dan drie, de wet op de overheidsopdracht. Dan hebben wij toch ook gemerkt, stel je wilt met een kleine innovatieve speler die de enige is in de markt een nieuwe stroom opzetten. Ja, wat doe je dan met de wet op de overheidsopdracht? Dan zijn er wel een aantal mogelijkheden, maar het is toch niet zo eenvoudig. En dan misschien een laatste die al eens vaak wordt vergeten in die uitdaging van circulaire economie en het sluiten van uw kringloop. Is uw internationalisering van productie en consumptie. Ik weet niet of iedereen de persoon aan de rechterkant kent, maar dat is Jack Ma. Dat is de CEO van Alibaba. Ja, als iemand iets koopt op Alibaba, de vraag is, moet datzelfde product door de intercommunale worden ingezameld? Moet die inzameling betaald worden door de burger van uw gemeente? Of gaan er ook in slagen om dergelijke bedrijven te laten meebetalen voor het afval dat ze produceren? En dan ook kostprijs van lokaal produceren. Dergelijke bedrijven kunnen producten aanbieden aan zeer lage tarieven, maar daar zit uiteraard geen bedrag in om dat ook te gaan recupereren en recycleren. Dus ja, Heel eventjes vragen, de presentatie is weggevallen voor een aantal mensen. Oei. En voor iedereen of voor een aantal? Ik zie dat er een paar wel nog, een paar niet. Ja. Dat is natuurlijk moeilijk. Dus ik zal u dan ook de presentatie achteraf doorsturen. En ja. Ik ben toch aan de laatste slide ondertussen. Ja. Dat is eigenlijk dat de conclusie is, mijn zinziens, dat de intercommunale blijft een zeer bevoorrechte partner in de toekomst van de circulaire economie. Bedoel ik niet IC, maar in de toekomst van de circulaire economie. Ik denk dat wij een netwerk hebben. Ik denk dat wij dicht staan bij de burger. Dus we zijn absoluut, denk ik, bevoorrechte partner. Maar we gaan ons verder moeten aanpassen, zoals een chameleon. En dat was mijn verhaal. Oké, heel erg bedankt, Tom. Dat was heel interessant. Ik weet niet of er zoal direct vragen zijn voor Tom. En anders is dat geen probleem. Want Tom, ik denk dat je nog wel even blijft voor het discussiemoment zo meteen. Dan ga ik mijn presentatie terugdelen. Hopelijk zien jullie die wel, allemaal. Waar zijn we gebleven? Zo. We gaan dus eigenlijk verder graag met jullie, de deelnemers. Want ik denk dat de vraag van wat de rol van afvalintercommunales en lokale besturen, wat die kan zijn of zou moeten zijn binnen de circulaire economie, dat die ons in de toekomst nog wel veel bezig gaat houden. Zo blijkt bijvoorbeeld ook aan deze schriftelijke vraag aan minister Hilde Krevits. Maar daarom zou ik ook graag nu jullie erbij betrekken bij die vragen. En inspolsen naar wat voor jullie goede of slechte
circulaire initiatieven zijn, die tot nu toe al werden ondernomen door een afval intercommunale, wat daar de sleutelelementen bij waren. Ik denk bijvoorbeeld aan een samenwerking met de kringloopwinkel bijvoorbeeld, of een andere externe actor. Een tweede vraag is welke kringen geoptimaliseerd kunnen worden door een afval intercommunale. Ik denk bijvoorbeeld, geoptimaliseerd in de zin van verder inzetten op recyclagecapaciteit of het uitbouwen verder van inzameling en verwerking. En dan als laatste vraag, naar welke kringen zou een afval intercommunale nog verder kunnen uitbreiden? Daarvoor gaat mijn collega Piet Koopman zijn scherm nu delen. En dan voorzien wij een kleine 12 minuutjes om die vragen samen te beantwoorden. En dan later gaan we met Jasper Bloemen in gesprek om daar specifiek verder op in te gaan. En nu zouden we dus, ik heb speciaal een klokje ernaast gezet, zodat we niet te ver afraken in de discussie. Zodat we heel kort eigenlijk kunnen verzamelen wat voor jullie de best practices waren. Waar jullie nog op willen inzetten of wat jullie zouden willen uitbreiden bijvoorbeeld. Dus u moet ook niet per se van een afval intercommunale zijn om hierop te antwoorden. Jullie zien mijn scherm, hè? Ja. Goed. Dus heeft er iemand al een best practice voorbeeld van zijn of haar werkingsgebied? Je moet daar dus niet per se bij een afval intercommunale voor werken. Dus dat mogen echt uitlopende voorbeelden zijn, hè? Dat kan bijvoorbeeld gaan van, ik denk maar aan ons duurzaamheidsverslag, waar duidelijk werd dat er repaircafés werden opgezet. Of dat er bijvoorbeeld samen werd gewerkt met een Rwandees afvalverwerkingsbedrijf, door Ecowerf, denk ik dat het was, om een groeiprogramma uit te zetten. En ik kan natuurlijk ook altijd mensen aanduiden om een lievelingsvoorbeeld te geven. Maar misschien, als ik misschien zelf een suggestie mag doen, een beetje op basis van kennis van projecten die we kennen bij de afvalintercommunales. Ik denk bijvoorbeeld aan de samenwerking rond het verder gebruiken van verfresten. Dus verfpotten die anders in de KGA-fractie terechtkomen en de verfresten die vaak nog een aanzienlijk deel uitmaken van de pot. Ik denk dat de collega's van Ecowerf daar een samenwerking rond hebben. Hè? Misschien kan Jos daar enige toelichting bij geven. Ja, ik kan toelichting geven. Dat is een project dat wij opgezet hebben, dat als project op zich succesvol was, maar dat we wel stopgezet hebben. En de reden van het stopzetten is, dus wat wij gedaan hadden, op een aantal parken konden mensen hun verf brengen en wij mikten vooral op de herbruikbare watergedragen verven. Nee. Nu, als je zo'n dingen doet, moet je natuurlijk afzet hebben. En wij hadden daarvoor een samenwerking opgezet met de kringwinkels. Nu wat bleek, dat wij toch heel wat minder goede verven binnenkregen dan wij vooropgesteld hadden in het begin. Ten tweede ook, als je dat doet in een winterperiode, ja, dan bevriest dat. En dat is natuurlijk niet zo handig, dan heb je daar geen afzet meer voor. En wat we ook merkten is dat de recipiënten die aangeboden werden, die moesten half vol zijn om toch nog kunnen verkocht worden in de kringwinkel. Maar mensen kopen geen verf die in blikken zit waar een deuk in zit. Dus ja, als project hebben we daar wel wat uit geleerd, maar we hebben het toch stopgezet omdat er onvoldoende goede aanvoer was. Ja, en onvoldoende verf binnenkwam die dan kon verkocht worden in de kringwinkels. Goed, bedankt. Tom, jij wilt ook iets bijdragen? Maar het is misschien ga ik lastig doen als ik het zo vermeld.
Maar als je kijkt naar vernieuwende kleine stromen, is het soms moeilijk om een voorbeeld te vinden. Maar eigenlijk onze allerbeste best practice zijn onze grote bestaande stromen. Dan denk ik aan glas en aan de PMD. Dat is eigenlijk de best practice. Waarbij dat je ziet, de elementen die daar belangrijk zijn, is volume, is zuiverheid en is de juiste de verwerkingstechniek die ook op punt staat en goed zit. Dus... Maar ik weet het, ik vloek misschien in de kerk als ik dat zeg, maar ik denk dat we daar vooral veel moeten uit leren en kijken, kunnen we dat met andere stromen ook doen? Ja. Oké, bedankt. Koen, jij hebt ook je handje opgestoken. Ja, we hebben op dit moment een proefproject lopen. In Leuven is er een materialenbank opgericht. En we hebben een samenwerking opgezet met die materialenbank om herbruikbaar hout apart in te zamelen op één recyclagepark op dit moment in Leuven, in Wilselen, op onze site van Ecowerf zelf. En dat dan over te brengen naar die materialenbank, waar zij dan terug andere zaken, zoals meubels zelfs in de bouw, de hout gaan gebruiken. Nu, op het moment loopt dat dus op één park. Waar we tegenaan lopen is, zeker bij de eerste vrachten, de zuiverheid ook van die fractie, wat daar straks ook door Tom werd aangehaald, van ja, die controle, dat is niet evident. En dan stellen zij natuurlijk de vraag van, ja, we merken dat dat niet 100% zuiver is. Daar zitten zaken tussen die voor ons niet bruikbaar zijn. Mogen we die dan terugbrengen naar het recyclagepark? Dus daar zijn we nog wel wat zoekende. Want het is natuurlijk niet mogelijk om die fractie 100% zuiver aan te leveren. Want dan zou je bijna al continu een manneke aan die container met herbruikbaar hout moeten hebben staan. En dat is dan economisch voor ons weer niet haalbaar. Dus we zijn daar toch nog wel wat zoekende, moet ik zeggen. Maar okay. Het is weer een proefprojectje. Johan, jij had ook nog iets toe te voegen? Wel, ik wou eigenlijk een beetje inpikken wat dat Tom zei. En ik zal dan eindigen ook met een klein project, hoor. Ik denk dat Tom de uitdagingen eigenlijk wel heel mooi geschetst heeft. En als we zeggen, we willen de kringlopen sluiten, dan zijn wij daar een stukje in. Hè. We kunnen nooit maar partner zijn in heel dat circulaire verhaal. En we kunnen dan zo goed als partner zijn op voorwaarde dat we aan al die uitdagingen een oplossing bieden. Hè. En we spreken allemaal heel graag van urban mining. Maar een mijn is maar rendabel als er ijzererts in zit met een voldoende hoeveelheid erts. En zo weinig mogelijk aarde. Anders moet je inderdaad heel veel inspanningen leveren om daar dat erts uit die aarde te halen. Hè. En dat is net hetzelfde uit afval. Als je uit afval dat gebruikt als... als mijn, dan moeten we uit die mijn dan toch wel op een, hè, want we spreken circulaire economie, Tom is daarmee begonnen, dat het nog altijd een economisch verhaal is. Dus als er geen economisch verhaal is om uit die mijn zaken te halen, zal dat moeilijk zijn. Hè. Dus we zullen altijd wel de rekening kunnen presenteren aan de producent-consumenten, maar hoe ver wil die daarin meegaan? Hè? Het is niet alleen hoe ver wil hij meegaan in het juiste aanbieden van een aantal zaken. Nu, dat is een beetje de stok in het hoenderhok, maar ik wil ook wel aangeven dat we als intercommunale daarom een heel belangrijke praat hebben. We hebben niet alleen die economische zaken wat we al onszelf ontwikkeld hebben de loop der jaren op basis van verwerking en inzamelactiviteiten. Dus die inzamelactiviteiten zullen nog altijd heel belangrijk zijn om een hub te worden in die mining. Dus we hebben wel een plaatsje. En als we dat plaatsje nog meer willen verzilveren, zullen we inderdaad moeten gaan kijken waar zitten de nieuwe inventieve zaken. En ik heb het gehoord van het Kurk. Je kunt hetzelfde verhaal doen van kaarsvet. We hadden het gehoord van Ecowerf van de verf, die dan niet lukt. Maar ik denk echt wel dat we het daar gaan moeten doen. En dat we initiatieven zoals lerende netwerken, zoals andere netwerken als Interafval, VVSG, OVAM, Vlaanderen Circulair, dat we in die netwerken toch wel een aantal good practices verder gaan moeten leren. Het zal vandaar moeten komen, want de mijn met de meeste ijzererts zal ontgonnen worden op een economische manier door economische spelers. Oké, bedankt.
Jasper, wil jij daar nog op reageren? Ik zal straks in de presentatie een beetje over de mijn babbelen en hoe dat zeg maar nieuwe actoren proberen ook inderdaad in die mijn binnen te treden, waarover dat Johan was zeker sprak. Ja. Maar ik wou eigenlijk nog een best practice, maar dat is wel van in het verleden en ook vanuit mijn perceptie. Misschien gaan de intercommunale ze anders ervaren, maar ik vond het taxusverhaal tot voor kort was denk ik ook wel een redelijke best practice. Uiteraard, ik bekijk het niet vanuit het containerpark en van het inzamelingsniveau. Maar ik had wel de indruk dat dat wel een verhaal was die leefde. Omdat er duidelijk een emotionele waarde aan gekoppeld werd rond die taxol tegen kankerbestrijding. En ik had de indruk, wat ik toch gelezen heb, dus er was inderdaad een afnemer die dan dat verzamelen, waarna raffinage kon gebeuren eigenlijk van die taxus, maar dat het eigenlijk gewoon te succesvol werd en dat er gewoon te veel economische winsten mee gemoeid werden of konden zijn, waarbij dat er eigenlijk dat gewoon te succesvol en dan iets te, voor die VZW die daarachter stond, dan iets te veel werd. Dus, maar aan de ene kant merk je wel dat indien dat je het publiek meekrijgt en daar duidelijk een incentive kan insteken om te gaan verzamelen, en voor een hele specifieke stroom, dat je daar wel eigenlijk wel draagvlak voor kan creëren, en dat je naar dat volume wel kan, eigenlijk naar heel grote volumes kan gaan. Maar je moet dus duidelijk die incentive hebben. En dat is denk ik de uitdaging van hoe kunnen we die incentive gaan creëren om dat te gaan inzamelen. Dus, maar dat was eentje van het verleden dat ik dacht van ook wel dat de vermelding waard was. Maar uiteraard, ik zeg het vanuit, niet vanuit echt staande met de voeten in, bij manier van spreken, in die taxisophaling. Dus misschien zijn er daar andere percepties rond, maar ik hoor dat toch even tegen vermelden. Oké, dankjewel. Johan, wil jij daar nog kort op reageren? Of is dat nee, ik ben vergeten te eindigen met mijn voorbeeld. Okay. Op alle recyclagepark van Nimo staat het milieustraatje, of zo heten wij dat. Hè. En het milieustraatje zou misschien eigenlijk moeten op vandaag het circulair straatje heten. Maar het is al 20 jaar, dus vandaar heeft het een oude naam, milieustraatje. En dat straatje, dat is eigenlijk alles wat er niet in een grote container kan. En ik kom terug op mijn mijn. Hè. En in die mijn probeerde zoveel mogelijk te concentreren, zodanig dat je erts er kunt uithalen en dat niet allemaal afval blijft. Hè. En het milieustraatje is gestart bij ons 20 jaar geleden met de stromen die ook al een stuk terug te vinden zijn in de PMD-zak. Hè. Wij hadden kunststofverpakkingen die niet in de PMD-zak horen. Dat was een fractie in het milieustraatje. Kunststofverpakkingen die niet in de PMD-zak horen. Een mond vol, maar we hebben ze toch vele jaren ingezameld. Wij zamelen nog altijd folies in, omdat we zien dat er nog altijd mensen zijn die grote folies hebben die niet heel goed in een PMD-zak passen. Maar dat zijn de uitstervende stromen. We zamelen al 20 jaar matrassen selectief in, met en zonder veren, omdat we daar twee toepassingen voor hadden. En ook een verhaal, net zoals Jos deed en ik werf, met vallen en opstaan, van geluidswand tot en met thermische valorisatie in die 20 jaar. We hebben ondertussen ook de harde kunststoffen opgesplitst in twee stromen, omdat dat we zien vanuit contacten met een buizenproducent, een PVC-buizenproducent, dat 30% van de buis die geproduceerd is nooit zijn toepassing als buis krijgt. Als je kijkt wat dat er productieafval is, wat dat er uitvalt in transport, dat is wel weinig, maar wat dat er een heel stuk uitvalt is op de werf. Als je alles samentelt, 30% van de buizen die geproduceerd worden, heeft een producent aan, wordt nooit in de grond te stoken om water of vuilwater te laten doorstromen. Dus we hadden het idee van, laat ons maar de inwoners die klussen PVC-buizen afzonderlijk brengen. En dat lukt samen met planchetten enzovoort, muurbekledingen enzovoort. Dus dat lukt, die PVC afzonderlijk in krijgen, dat lukt in dat milieustraatje. En waarom lukt dat eigenlijk allemaal? Omdat dat eigenlijk wel een logistieke operatie is. Er kan nog een aantal stromen doorgaan hoor. De andere, de harde kunststoffen, de cd-schijfjes zamelen we afzonderlijk in. We hebben de kroonkurkens destijds ook nog ingezameld. We hebben op dit ogenblik kaarsvet en wijnfleskurken. Dus waarom lukt dat? Omdat je eigenlijk ook wel een
in die mijn een logistieke operatie moet gaan uitvoeren en dat je logistiek daarop afstemt. Dus we hebben de grote containers die ingezameld worden met een haakarm. We hebben de perswagens die aan de voordeur passeren. Maar we hebben de city trailer, dat is een oplegger met een kooiaap die verschijnt op het containerpark en die voor ons klein gevaarlijk afval meeneemt, AEEA meeneemt en dan alles uit het milieustraatje meeneemt. Dus ook matrassen enzovoort. En dan gaan we naar een hub, hè, opnieuw het verhaal van de mijn en de erts. En in de hub brengen we bijvoorbeeld alle verven samen. Hè. We hebben daarvoor een vergunning, we hebben daar ook voor de infrastructuur om de juiste plaats te krijgen. Maar inderdaad, de verven proberen opnieuw te laten gebruiken als product om te schilderen, is bij ons niet gelukt. Net zoals EcoWerf, omdat we hebben hier in de straat een belangrijke producent van verven, die eigenlijk ook wel wat winkels geeft in Vlaanderen, in retail geïnvesteerd heeft om zijn verf kwijt te raken. Met hen hebben we ook die oefening gedaan, kunnen we dat doen op het recyclagepark. Want we hadden de verven in Moen afzonderlijk. Door die logistieke operatie. En dan hebben we vastgesteld dat die operator opnieuw hetzelfde verhaal als het verhaal van de buizenproducent, dat hij eigenlijk wel wat productieafval heeft. En dat hij eigenlijk ook al zelf initiatieven genomen had, al de jeugdbewegingen kunnen bij hem restjes halen, gratis uit de productie. Dat zijn kleuren die goed verkocht raken. Dat zijn kleuren waarmee dat ze geëxperimenteerd hebben. En dat kan allemaal zijn weg. En hij is zelfs bereid om er een ander kleurtje aan toe te voegen, zodanig dat de Giro een ander kleurtje krijgt dan de KSA. Dus dat kan hij allemaal doen voor die jeugdbeweging. Maar we hebben daar een stukje aangebreid, maar niet via het recyclagepark. Dus verven die niet verkocht raken, verven die uit de productie geraken, komen bij ons ook wel in de kringloopwinkel terecht om toch wel tegen een lagere prijs verkocht te worden. Dus dat is een beetje het verhaal dat ik moest doen en dat ik vergeten was. Dus een milieustraatje logistiek moet er een aantal inspanningen leveren, want wees gerust, het milieustraatje is een duur verhaal als je dat kijkt naar onze elfenmeen. Maar voor dat dus we hebben nu inderdaad denk ik wel wat mooie best practices opgezomd. En dan zou ik eigenlijk nog heel kort naar beneden willen gaan. Naar stromen waar er misschien, of ja, eigenlijk kringen waar er misschien uitgebreid kan worden. Of kringen die geoptimaliseerd kunnen worden. Ik denk dat we die optimalisatie misschien toch al hebben besproken, bovenstaand. Dus misschien zijn er nog kringen waarvan jullie denken van, goh, daar zouden we ons misschien als afvalintercommunale wel willen begeven. Ik denk maar bijvoorbeeld aan gisteren was de presentatie van PeerBuy over als organisatie optreden als deelplatform. Dat is slechts een mogelijkheid. Misschien zijn er zo nog andere zaken waar de afvalintercommunales op kunnen inzetten of op willen inzetten. Zijn er zo voorbeelden of dromen? Ja, als ik mag, er zijn twee concrete dingen bij EcoWerf. We gaan volgende week starten met een proef, samenwerking met Vitesse, met de kringwinkel, om harde plastic uit te sorteren. Mm-hmm. En die harde plastic zal dan naar een bedrijf afgevoerd worden en er zullen specifieke producten van gemaakt worden. Ten tweede zijn wij net zoals een aantal intercommunales en ook Interafval is daarbij betrokken, het project Repair zoekt hubs, waar wij gaan bekijken of dat wij op enkele parken een samenwerking kunnen opzetten met de kringwinkels, maar ook uitdrukkelijk met Recupel. En waar we toch wel uitkijken naar welke mogelijkheden Recupel kan bieden naar bewarende recipiënten, zodanig dat die toestellen op een goede manier kunnen afgevoerd worden naar de kringwinkels. Misschien nog één dingetje aangeven wat wij ook de repaircafés vermelden wij op onze afvalkalenders en ook in de Recycle-app. En wij horen van de repaircafés, nu ligt het wat moeilijk met corona, maar zeker in het begin dat zij toch een grotere toestroom van mensen kregen die daar naartoe kwamen. Nu, ik misschien in twee zinnen, ik vind de presentatie die Tom gegeven heeft eigenlijk een prima presentatie die heel duidelijk aangeeft welke rol we gehad hebben, nu hebben en ook in de toekomst zullen hebben. Dus ik denk een aantal elementen die Tom aangehaald heeft, dat die ook perfect in dit plaatje kunnen opgenomen worden. Dank u. Oké, bedankt Jos. Aangezien we een beetje over tijd gaan,
Johan, kan jij misschien in 1 minuut samenvatten op welke kringen je zou willen uitbreiden? In 1 seconde optimalisatie. Ik heb al de inzamelstructuur gegeven, maar je hebt dan ook vanuit de hub uw afvoer. En ik kan er op dit ogenblik nog niet over spreken. Maar we zijn ook een volledig circulair verhaal, cradle to cradle. Het zal wel in de pers komen vanaf 22 juni. En we starten op het recyclagepark. We starten bij de schrijnwerker. En we eindigen in een nieuw product. En we doen het over het water. Dus we hebben een kade op onze site in Moen. En de vrachtwagen zal stoppen met afvoeren. Dus ik geef dat wel mee. Dus optimaliseren en CO2 die ook in Tom zijn slide staat, we mogen dat echt wel niet vergeten. Dus ook die vrachtwagen die rondgaat, want logistiek hebben we al een paar keer horen vallen. Dus logistiek moet geoptimaliseerd worden. Oké, perfect. Dankjewel. Zijn er dan nog andere mensen die misschien nog dromen of uitdagingen of toevoegingen hebben aan dit bord? Goed. Bedankt alvast dan voor jullie input. We gaan zo meteen verder met de discussie en ik zou dan graag terug mijn eigen scherm delen. Zo, dus we hebben net eigenlijk besproken waar de intercommunales staan. Wat de uitdagingen zijn, wat er al goed gaat. En nu zien we toch eigenlijk een dynamiek van verschillende spelers op het terrein van de intercommunales eigenlijk om gelijkaardige activiteiten uit te voeren. Het gaat vaak om start-ups die een bepaalde afvalstroom willen inzamelen en verder verwerken. Zoals misschien Pioneers die sinaasappelschillen inzamelen en daar olie van maken. De Kliek die in Leuven ook afval inzamelt. Maar evengoed kan het gaan over studenten aan universiteiten. Een andere toffe trend is mensen die naar de kringwinkel gaan en daar iets kopen en het duurder verkopen via sociale mediakanalen. Maar ik denk eigenlijk, en jullie hebben hem al gezien, de expert op vlak van ja, start-ups, bio-incubator, is Jasper Bloemen van Glimps. Jasper, misschien kan jij jezelf eens voorstellen. Ja, goedemorgen. Dus ik ben bio-ingenieur van opleiding. 3 jaar geleden heb ik Glimps opgericht na een 10 jaar academische carrière. En we zijn eigenlijk een agentschap voor innovatie in rond de nevenstromen operatief vanuit Gent. Ja. Kan ik mijn presentatie anders direct beginnen? Misschien is dat... ja, perfect. Ik zal kijken of ik mijn scherm kan delen. Goed. Jullie kunnen allemaal mijn scherm zien? Ja. Oké, perfect. Goed, goedemorgen. Dus zoals reeds uitgelegd, Glimps Bio is eigenlijk een drietal jaar geleden mee gestart. Wij zijn een innovatieagentschap en specifiek houden wij eigenlijk ons bezig rond innovatie in circulaire bio-economie. En dus eigenlijk zijn wij aan de slag met nevenstromen, voedingsnevenstromen, maar ook evengoed dus eigenlijk landschapstromen, groenafvalstromen, om daar eigenlijk innoverend mee aan de slag te gaan. Heel concreet, waarom dat we eigenlijk met die stromen daarop focussen, is omdat we merken dat er daar nog zeer veel innovatie mogelijk is. De technische cyclus en de circulaire economie wordt er al redelijk wat op ingezet. Maar we merken dat er eigenlijk door misschien een gebrek aan de wetenschappelijke kennis, aan de innovatiekennis, dat er daar eigenlijk nog voor de nevenstromen, dat er daar nog heel veel potentieel is, verder bouwend op de kennis die er is voor het rond de vergisting of rond de compostering. Maar dat is om daar hoogwaardiger te gaan. Dus heel concreet, we hebben eigenlijk een aantal projecten waarmee dat we momenteel mee bezig zijn. Enerzijds, wat dat Tom al aangehaald heeft, is rond koffiegruis. Is er één project, daar zal ik in de volgende slides een klein woordje uitleg over geven. Dat is eigenlijk een project in kader ook van Vlaanderen Circulair Project, waarvoor dat we subsidie gekregen hebben.
in 2000, eind 2019, dus begin 2020. En daar is eigenlijk de bedoeling om naar een hoogwaardige valorisatie gaan van die koffieruissa in te zamelen en daar hoogwaardig mee te gaan. En dan een ander project, zit wel nog in een R&D-fase, maar waarbij dat we eigenlijk naar broodresten gaan kijken. En daar zijn we eigenlijk met een partner bezig, dus een begeleider starters ook in, om eigenlijk naar innovatief met die broodresten te gaan kijken. En een van de pistes is naar biopigmenten te gaan via een fermentatieproces. Dus je merkt, dat is ook het sterk wetenschappelijke karakter zit steeds wel in die projecten. Maar daarnaast eigenlijk zijn we ook consultants, bieden we consulting aan naar grote bedrijven. Zo is er nu één bedrijf dat ik consulting aan het geven ben, die een zeer grote nevenstroom heeft, ook een jaarlange traditie in België, maar die een volledig nieuwe markt wil betreden en die eigenlijk niet weten hoe dat ze die markt moeten betreden. Dus dat is eigenlijk een deel marktonderzoek en marketing dat wij ook mee helpen, vanuit een zeer sterke, zeg maar, start-up mindset, om daar heel snel te gaan schakelen. En daarnaast ook naar lokale overheden zijn we eigenlijk mee in gesprek om te gaan kijken van hoe kunnen we binnen hun grondgebied efficiënt nevenstromen of andere stromen gaan verzamelen en daar vooral ook incentives bij burgers gaan creëren. Nu kort het verhaal van het koffiegruis. Dus eigenlijk het project Café Circulair is verder gebouwd op het project dat we gekregen hebben via Vlaanderen Circulair. En daarbij eigenlijk is de bedoeling dat we selectief koffiegruis gaan inzamelen samen met partners. Suez bijvoorbeeld wordt vermeld, maar ook een zeer kleine partner, een partner in sociale economie, Grinta, dat is in de volgende fase. En daar is eigenlijk de bedoeling dat we een aantal stappen gaan doorlopen, het koffiegruis gaan drogen, we gaan eigenlijk daar olie uit gaan extraheren, en de bedoeling is dat we die olie gaan opwaarderen tot een circulaire zeep, of tot een, die staat hier niet vermeld, maar naar een cosmetica toepassing. En eigenlijk de clue van het verhaal zit hem in die heel hoogwaardige vermarkting. Dus wij gaan naar heel hoogwaardige moleculen gaan kijken, zo hoogwaardig mogelijk, antioxidanten bijvoorbeeld voor die cosmetica toepassing, omdat dat dan eigenlijk het businessmodel en de business case rendabel kan maken. Want wat voor ons de bottleneck is, en dat is ook een beetje de boodschap in mijn presentatie, is die logistiek en die schaal is een gigantisch probleem. Nu, voor die schaal hebben wij ondertussen ook al ergens een oplossing bedacht in deze specifieke case. Namelijk, wij gaan ook met de uitval van een koffiebrander aan de slag gaan. Dat vergemakkelijkt het drogenproces, omdat dat niet nodig is. Dat is één. En twee, dat zorgt ervoor dat we direct over een veel groot volume spreken, zonder dat we eigenlijk de logistiek gaan moeten doen. Nu, de zeep is ontwikkeld. De geuren moeten nog aangepast worden, laat ons zo zeggen. En eigenlijk gaan we binnenkort gaan testen met consumenten, met potentiële klanten, eigenlijk de zeep gaan testen om daar eigenlijk nog input te gaan krijgen en waar nodig te gaan fine-tunen. Dus we zijn er effectief mee bezig met die koffiegruis. En tegen het eind van dit jaar hopen we daar investeringen op te halen. Nee, niet hopen, gaan we investeringen ophalen om in 2022 dat verder uit te rollen. Nu, om eigenlijk een beetje te kaderen waarom dat we in eigenlijk in afval werken en waarom dat ik geloof dat er nog zoveel potentieel in is, refereer ik eigenlijk heel graag naar Tom Shockey van TerraCycle. TerraCycle, misschien wel bekend onder jullie, maar is eigenlijk een Amerikaans bedrijf in New Jersey gevestigd, die eigenlijk alle vormen van recyclage aanbieden. En hij heeft eigenlijk een heel interessante, in de podcast een heel interessante bedenking gemaakt, namelijk het absurde is dat eigenlijk als je rond je kijkt dat alles afval is, dat is inderdaad gegeven. En zelfs de meest exclusieve stukken, zoals dit zelfportret van een Van Gogh, gaat op een bepaald moment afval worden. En we gaan er nog voor betalen om het kwijt te geraken ook. En we betalen daar natuurlijk de afvalophalers van deze wereld mee, maar ook natuurlijk de intercommunales. Maar ondanks het geven dat er daar zoveel geld mee gemoeid is, is er nog zo weinig innovatie gebeurd. Maar er is innovatie gebeurd, jij hebt inderdaad die voorbeelden aangegeven, maar er is nog zoveel innovatiepotentieel, wat dat we in vergelijking met aan de productzijde die al gebeurd is. En dus dat is voor ons, of voor mij persoonlijk, een zeer interessant gegeven, dat potentieel dat er nog ligt te wachten.
En we merken dus dat er een aantal, dat er start-ups, dat er actoren, een start-up, wat is ook de term start-up, laat ons zeggen, nieuwe spelers, dat is misschien een betere term, daar ook eigenlijk effectief proberen op in te pikken. En daarbij kan je hen heel duidelijk ook gaan onderverdelen in de rol, in de oplossing die ze aanbieden. En dat gaat van enerzijds de logistiek, en daar heb je een aantal Nederlandse spelers, een Declic, zoals dat Nina al vermeldde, die echt bij... horeca, bepaalde nevenstroom, dus ook die organische stroom gaat dat inzamelen. Cenons, die breidt dat verder uit naar andere stromen. Pantar, sociale economiebedrijf. En dan vermeld ik ook graag hier bijvoorbeeld Permafungi, die oesterzwammen kweekt. Is altijd, altijd het eerste voorbeeld als we spreken over koffiegruis, dat mensen zeggen, ah ja, oesterzwammen. Maar dan zeggen wij, nee, we willen het veel grootschaliger aanpakken. Dus wat Permafungi in Brusselse zaamt dat ook in. Dan heb je een andere, is bijvoorbeeld service-based, waarbij dat, die nieuwe spelers eigenlijk een dienst gaan aanbieden. En dus die Tom vermeldde al Woosh. En dus zij gaan inderdaad eigenlijk herbruikbare luiers gaan inzamelen en dan eigenlijk propere herbruikbare luiers gaan aanbieden. En analoog heb je eigenlijk verhalen zoals Loop, die inderdaad verpakkingsvrij materiaal of producten gaan aanbieden. Pieter Pot in Nederland ook. Heeft recent nog een paar miljoen opgehaald daarvoor. TerraCycle is eigenlijk een recycling service dat ze gaan aanbieden. En zogezegd maken zij alles wat dat onrecycleerbaar is, recycleerbaar. Ik uiteraard sta ik daar, allez, dat is ook met een korreltje zout uiteraard te nemen. Maar het is om aan te geven, dus service-based. Dan de product-based, heb je daar eigenlijk een aantal spelers. Peel Pioneers al aangehaald. Ze gaan nu naar een nieuwe fabriek die 100 tot 100 ton... aan appelsienschillen kan verwerken per dag. Dat is een fabriek in Den Bosch. En zij gaan dat eigenlijk gaan verwerken tot olie. Haal ik straks nog even aan. Ons café circulair verhaal, het Brussels Beer Project, is ook die oude broodresten opgehaald tot een product. Home Biogas is voor het GFT-afval tot in het buitenland een Israëlische speler GFT-afval tot gas omzet. En dan heb je ook Net Zero, dat... Pardon, meer op bedrijfsniveau gaan ze eigenlijk reststromen of nevenstromen gaan inzamelen, ook specifieke organische, die ze organische stromen, en daar eigenlijk dat tot een product gaan verwerken. En dan heb je onderaan, zie je daar eigenlijk nog twee mogelijkheden waarbij dat spelers meer naar data software-based gaan gaan, naar een optimalisatie, zeg maar, waarbij er platformen worden aangeboden, waarbij software wordt aangeboden, bijvoorbeeld naar intercommunales toe of afvalophalers, om dat efficiënter te gaan doen. En dan heb je ook de technology-based, bijvoorbeeld Enevo, haal ik zo meteen aan, en EcoMobile. Dus je merkt, ze hebben allemaal een aparte niche en ze bieden eigenlijk allemaal een aparte value, een oplossing binnen die keten. Dus enkele voorbeelden is eigenlijk die smart waste solutions. Dat merken we ook dat dat nu echt in opkomst is. Software toepassingen, apps die worden aangeboden om eigenlijk, zogezegd, om smarter met afval om te gaan. En ik herinner bijvoorbeeld een gesprek dat ik met Tom een jaar en een half terug had met een bijaanvang van ons Urban Biorefinery project, is dat bijvoorbeeld een van de uitdagingen waarmee dat ze zitten, is het efficiënt GFT ophalen, en dat mensen eigenlijk via een software toepassing of een app kunnen aangeven, ja, mijn GFT-container in de stad, die kleine GFT-containers zitten vol, kom maar ophalen. En dat ze daar eigenlijk een signaal van krijgen, zodat ze efficiënt eigenlijk een route kunnen gaan uitstippen. Dus dat is een heel concrete toepassing bijvoorbeeld voor een intercommunale. Maar een ander voorbeeld dat ik heel graag aanhaal is die toepassing van een diaper recycling unit. Dus is al ter sprake gekomen in de vorige presentatie. Dat is eigenlijk een samenwerking tussen TerraCycle en Pampers, waarbij dat je eigenlijk een recyclage, eigenlijk een bin gaat creëren en een volledige ketting gaat creëren, waarbij dat burgers een incentive krijgen om te gaan recycleren. En wat het interessant is ook aan dit ganse voorbeeld, dit is niet betaald door TerraCycle, dit is betaald door Pampers. Want daar ligt voor deze toepassing ligt de clue. Dat is omdat je eigenlijk een incentive ook voor dat bedrijf gaat creëren. Namelijk, als de burger vuile Pampers gaat inzamelen, die dan kunnen gerecycleerd worden, daar is een Italiaans bedrijf mee bezig, wel, dan gaan die burgers eigenlijk een waardebon krijgen om Pampers te gaan kopen. En dus dan merk je ook, Pampers, voor hen is dat uitermate interessant, want die waardebon is uiteraard enkel maar voor Pampers. En dat betekent dat ze dus meer omzet gaan genereren, indien dat de burgers meer eigenlijk gaan zamelen. En dat is duidelijk, dat past volledig binnen hun economisch model. Nu, kort even toegelicht hoe dat werkt.
Dus eigenlijk, de burger verzamelt de gebruikte pampers, die gaan een bin gaan zoeken in de buurt, die scannen de barcode, en daardoor gaat het luik eigenlijk van de container opengaan. En daarbij gaat er dan een weging gebeuren, waardoor dat je voor een x-aantal kilo's aan pampers dat er verzameld wordt, ga je eigenlijk een tegoedbon krijgen om terug pampers te gaan kopen. En daar ligt de clue van die systeem. Dus je zorgt ervoor dat producenten gaan betalen voor dit systeem. Maar je moet dus een duidelijke meerwaarde gaan kunnen creëren voor hen. En dat is altijd een groter klantenbestand, meer omzet enzovoort. Nu, het verhaal van Peel Pioneers is ook een interessant verhaal om te vermelden, omdat dat een van de weinigen is hier in Europa die op schaal met een nevenstroom aan de slag gaan gaan. Dat is onze ambitie ook, maar Peel Pioneers staat al iets verder in. En daar is het interessant om te vermelden is dat ze hele duidelijke samenwerkingen aangaan. Jumbo is één van de spelers met wie dat ze samenwerken om de appelsienschillen in de supermarkten daar te gaan verzamelen. Renewy is ook een ander speler dat ze mee samenwerken. En eigenlijk gaan ze dus van die appelsienschillen naar bepaalde toepassingen gaan, afvalsmiddel naar toepassingen in de voeding, bijvoorbeeld de muffins die verkocht worden in Jumbo. Dus je merkt, er is een volledige cyclus dat je opstelt. En een belangrijke vermelding is ook hier, zij hadden effectief de uitdaging om die appelsienschillen in Nederland te laten verklaren via de wetgever als een grondstof. Nu, wat is er gebeurd? Intern hebben we hebben vernomen dat dus de CEO van Jumbo zich daarachter gezet heeft. En opeens was de issue van afvalstromen ophalen was weg, omdat appelschinschillen als een grondstof werden verklaard. Waardoor dat Jumbo effectief ook een transport kon gaan doen en een centralisatie van die afvalstroom. En tenslotte, Enevo, een andere speler, een Finse speler die eigenlijk sensoren gaat plaatsen in vuilnisbakken om efficiëntere ophalingsrondes gaan organiseren. Nu, deze toepassing die wordt al gebruikt, lijkt me zeker ook interessant, maar naar mijn weten is dat nog niet verder voordat hier in België uitrolt. Misschien ben ik verkeerd, ben ik niet op de hoogte, maar ik denk dat er daar zeker ook nog een interessant potentieel te vinden is. Nu, dat zijn hele mooie verhalen. Maar het is ook altijd goed om een keer te kijken waar dat ze goed in zijn, waar dat ze minder goed in zijn. Wel, wat zijn ze heel goed in? En ze hebben eigenlijk duidelijk, deze nieuwe spelers hebben die innovatiedrang. Ze hebben de vrijheid om te gaan innoveren. En ze gaan eigenlijk naar een heel specifieke toepassing gaan toewerken. Dat is in contrast met een intercommunale die eigenlijk op heel veel pistes moet inzetten. Daarnaast zijn ze heel goed in die marktopportuniteiten gaan spotten. Ze gaan echt vanuit de markt gaan vertrekken en gaan eigenlijk gaan kijken waar is er een nood aan en waar kunnen wij een oplossing gaan aanbieden. Ze hebben ook een value proposition, dus eigenlijk een waardepropositie. Wat kunnen ze betekenen voor klanten? En dat zijn betalende klanten, dat zijn niet de burgers. En wat is die value proposition vaak? Is een kostenbesparing. Dat merken wij ook in onze gesprekken die we altijd hebben met klanten, bijvoorbeeld als we een koffiehuis willen gaan ophalen, of met die koffiebranderij met wie dat we gaan samenwerken. Kostenbesparing is nummer 1. Het marketingverhaal komt pas op een tweede plaats. Storytelling is ook iets waar dat ze ongelooflijk goed in zijn. En daarnaast ook het, daar juist werd het aangehaald met de verfpotten, maar eigenlijk de approach om te gaan lean denken. En lean denken betekent op een snelle manier tot oplossingen aan te komen. En als je een probleem hebt, bijvoorbeeld de ingedeukte blikken, om te gaan zien hoe kunnen we daar eigenlijk een nieuwe oplossing voor gaan bedenken, zodat die toch verkocht raken. En daar tot prototypes komen. Dus dat is eigenlijk een bepaald iteratief proces, zijn ze zeer, ook zeer goed in. En daarnaast ook die nieuwe businessmodellen gaan opzetten. Dus herinner je nog het voorbeeld van Pampers, die incentive creëren bij die producent om te gaan betalen voor het systeem, maar dan moet je wel de juiste incentive vinden. Voorbeeld eigenlijk het vergroten van een klantenbestand, meer omzet enzovoort. Maar waar zijn ze dan niet goed in? En wat is een grote uitdaging? En dat is altijd eigenlijk met nieuwe actoren, met start-ups, niet enkel in de afvalwereld, maar ook in andere domeinen, is de opschaling, is de impact gaan veroorzaken. En opschaling, heel specifiek in dit geval, is logistiek een zeer grote issue. Daarnaast ook wat voor hen een uitdaging is partnerschappen opzetten. Ik spreek daar uit eigen ervaring. Het is zeer moeilijk om die afvalstromen om dat in kaart te krijgen. Het is zeer moeilijk om te weten welk bedrijf welke afvalstroom. Je moet ze gewoon afzonderlijk gaan bevragen. Er zijn wel platformen, maar uit onze ervaring zijn die platformen, die bestaan, de overzichtsplatformen rond die afvalstromen, zo complex dat we daar, wij als klein bedrijf daar ook niet eigenlijk willen of kunnen daar urenlang in gaan zoeken. Dus dat is al ook een grote uitdaging. En daarnaast is ook een andere uitdaging is om die return on investment te gaan creëren.
Namelijk, als wij met investeerders gaan babbelen, moeten wij eerst aantonen dat er tractie is. Dat er klanten zijn, dat er betalende klanten zijn. En dan pas gaan we eigenlijk een investering kunnen gaan losmaken. Dus daar zit je dus eigenlijk met een uitdaging om je eerst te gaan bewijzen. Maar de vraag is, met welk geld doe je dat? En vaak doe je dat, dan noemen ze de term bootstrapping. Doe je dat met je eigen geld, of doe je dat geld met je tante, geld van je tante of van je onkel? Maar je merkt, zit er met een beperkte financiële draagkracht. Want in de wereld van de beginnende onderneming, ik vind dat heel interessant om dat altijd mee te geven, en dat is wat wij ook zelf altijd meemaken, heb je gewoon zeer veel fases dat je door moet. En waarbij dat je eigenlijk beginnende basic research, bijvoorbeeld van het labo, naar een toepassing moet merken, en iedere keer moet je sprongen en sprongen en sprongen gaan maken. En die sprongen, dat is altijd de grootste uitdaging. Dat noemen ze de Valley of Death. En dat betekent, dat zijn eigenlijk altijd de momenten dat je moet cash gaan ophalen, dat je moet een transitie gaan doormaken. En dat is, je merkt, dat zijn er al 4 sprongen die gemaakt worden, indien dat je naar een volledige opschaling wil. En dus dat is de grote uitdaging voor deze beginnende spelers. En aan alle mogelijkheden moeten we gaan exploreren om te kijken hoe kunnen we die spelers ook gaan ondersteunen. En daar ligt volgens mij ook de rol van intercommunales, namelijk... Jullie werken al op schaal. Intercommunales werken al op schaal. De uitdaging daar wel blijft die zuiverheid, ook aanhaald in een vorig gesprek. Maar die impact en die schaal, die is er. En dat is, daarbij zou een ondersteunende rol kunnen geboden worden aan die startende ondernemers, aan die nieuwe spelers. Want zij moeten aan die schaal geraken, maar weten vaak niet hoe. En dat kan enerzijds logistiek zijn, maar dat kan ook... Je merkt hier bijvoorbeeld iemand uit Waregem, een ondernemer die bezig is om creatief sigaretten op te halen. Maar ik veronderstel dat jullie al op veel grotere schaal sigaretten aan het ophalen zijn. En om te gaan kijken van hoe kunnen we dat gaan schalen, zodat dat eigenlijk op zich gewoon veel gemakkelijker wordt voor die ondernemer om aan een heel groot volume aan sigaretten te komen. En dus eigenlijk veel gemakkelijker die business case te gaan opbouwen en die Valley of Death te gaan overwinnen. Maar daarnaast ook heb je uiteraard het zuiverheidsverhaal. Hier zie je bijvoorbeeld een bedrijfje, of het is eigenlijk een spin-out van de NIF in Denemarken, die eiwitten gaat extraheren uit bermmaisel. Wel, zij gaan niet van bermmaisel beginnen dat ze langs de kant van de weg gaan verzamelen. Nee, uiteraard zal dat volledig opgezuiverd bermmaisel zijn. Want daar zit ze met de uitdaging dat ze een zo zuiver mogelijk substraat nodig hebben. Dus je merkt, schaal mag ook niet ten koste gaan van zuiverheid. Daarnaast, ik geloof dat een intercommunaal ook die logistieke dienstverleningsrol kan spelen. Het wagenpark is er. Het zij groot... Maar indien dat een ondernemer of een beginnend ondernemer geen investering moet doen in die logistiek, in het rijdend park, het wagenpark, dat is op zich alweer een kost uitgespaard. En eigenlijk daar merk ik ook een interessant contrast bijvoorbeeld met de commerciële spelers. Namelijk, we merken dat dat niet zo evident is om van een commerciële speler te vragen om enkel de logistiek te doen. Nee, ze willen eigenaar blijven van de afvalstroom. En ik denk dat er daar ergens wel een vacuüm kan gecreëerd worden waar intercommunales een rol kunnen spelen om die dienstverlening te gaan uitvoeren, waardoor dat die wereld, die ondernemers, eigenlijk daar weer een stap verder geholpen zijn, laat ons zeggen. En daarnaast geloof ik ook zeer hard waar de rol van de intercommunale is in een vorm van voorbehandeling. Dus eigenlijk in het begin van de keten. Namelijk, je hebt de inzameling, dat staat eigenlijk al zo goed als op punt. Maar daarnaast is er ook nog een voorbehandeling die nodig is. En daarbij vermeld ik graag eigenlijk plannen van Bart Rooms aan de ILVA om daar ook actief op te gaan inzetten met de invulling van het site te Schendelbeke, waarbij dat hij effectief ook waarbij wij met Glimps ook meehelpen om de plannen van die voorbehandeling, specifiek dan rond groenafval, dat ook te gaan realiseren en te gaan kijken van oké, welke droogstap, welke vermalingstap is er nodig, zodat dan afnemers effectief verder kunnen. Want daar, die voorbehandeling, daar ontbreekt het eigenlijk aan. En dat is voor het waar dat wij met ons koffiehuisverhaal ook op inspelen. Van inzameling tot het persen van olie, waarna andere partijen eigenlijk dan verder kunnen gaan verwerken. En daarbij vermeld ik ook graag eigenlijk een
zeg maar, een programma waarbij er actief de uitdagingen worden, worden benoemd die er zijn bij, bij bedrijven, maar waarbij dat eigenlijk bij een intercommunale ook actiever zou kunnen gecommuniceerd worden over de uitdagingen die er zijn rond die stromen. We merken dat er nog veel te weinig gebeurt, niet specifiek bij intercommunaals, maar bij bedrijven in het algemeen, dat ze eigenlijk effectief een uitdaging zien, een nevenstroom, van hoe kunnen we dat zo optimaal mogelijk gaan verwerken. En daarbij heb je bijvoorbeeld het BioVoice-programma in Nederland. Daarbij zijn nu een 14-tal bedrijven, grote bedrijven, tot een speler multinationals Cargill, die effectief gaan hun nevenstroom in de markt gaan zetten en daarbij een oproep of een challenge gaan lanceren waarbij dat eigenlijk die nieuwe ondernemers of startende ondernemers of nieuwe spelers eigenlijk worden uitgedaagd om een oplossing te bedenken voor hun nevenstroom. Daarnaast wordt er ook een deel financiering voorzien, maar dat gebeurt dus vanuit de provincies in Nederland, wordt dat gefinancierd. En ik geloof dat intercommunales zitten ook met bepaalde stromen en bepaalde uitdagingen daar rond, indien daar actief over kan gecommuniceerd worden. En bijvoorbeeld, we kunnen daarbij ook spelers aanspreken uit het buitenland, kunnen we misschien sneller tot oplossingen komen. En dat blijkt mij een zeer belangrijk, daarnaast naast de aspect die ik aangehaald heb, een andere belangrijke piste, daar actief over gaan communiceren over die uitdaging. Goed, ik wil kort even besluiten met eigenlijk de challenges. En de challenges die er zijn, ik heb dat nu kort opgelijst, ook een beetje op basis van de vorige presentatie. Wat dat wij heel sterk ervaren is, als wij met bedrijven spreken voornamelijk, is inderdaad, maar bij burgers uiteraard ook, is die verandering van die perceptie, van die mindset. Veel te vaak komen wij bedrijven tegen, als we daarover spreken, of via ons netwerk, die van een, ik zeg maar, ik moet er vanaf mentaliteit, die moeten geschiften van, wat kan ik er nog een uithalen mentaliteit, en niet wat kan ik, of wat kan een andere partij er nog uithalen. Waarbij dat we dus eigenlijk het woord afval gaan skippen, en dat we dat echt als een grondstof gaan zien voor andere spelers. Maar wat is daar belangrijk, is die openheid naar innovatie, openheid enerzijds naar de stroom die ze hebben, waarbij dat ze moeten naar de samenstelling eigenlijk meer informatie gaan delen, en waarbij dat er ook actiever een oproep kan gelanceerd worden van, we zitten met deze uitdaging rond deze stroom, help ons om deze veel beter te gaan valoriseren, zodat onze kost daalt en dat we eventueel zelfs een nieuwe business case kunnen samen met een andere partij gaan opzetten. Samenwerking sluit aan eigenlijk bij wat ik nu vermeld heb, maar samenwerking is key, omdat we merken dat er zeer veel schakels nodig zijn in de linie, veel meer dan in de lineaire economie. En daarbij hebben sommigen de ambitie om te veel te willen doen. Eigenlijk is het belangrijkste van, wees goed in wat je doet. Neem één schakel voor jouw rekening, of maximaal twee schakels, maar probeer, je hebt niet de ambitie om alles te gaan doen. En daarbij ook belangrijk is die producenten te gaan betrekken. En daarbij moet je die incentive creëren. Dus ik haal nog maar dat voorbeeld van Pampers aan, en eigenlijk ook die podcast van TerraCycle. Dus creëer die incentives. Zij kunnen effectief, indien dat je juist de incentive creëert voor hen, zij kunnen deze verwerking gaan betalen. Zij hebben die budgetten daarvoor, maar je moet de juiste taal gebruiken en eigenlijk de juiste value gaan voorstellen voor hen. En dan een obstakel waar dat wij ook nog deels op, waar dat wij eigenlijk niet deels, maar waar dat wij ook op botsen, is die wetgeving. Wij merken ook nog dat het in ons geval is dat een grondstoffen versus afvalverhaal, waar dat wij mee bezig zijn, wij botsen daar spijtig genoeg ook nog op de mindset van sommigen bij bepaalde instanties die eigenlijk heel moeilijk mee willen of helpen nadenken in dat verhaal, waarbij dat wij tot oplossingen willen komen om het logistieke verhaal te vergemakkelijken door afval te kunnen als een grondstof te gaan verklaren. Ik ga ermee akkoord dat er een bepaalde wetgeving uiteraard nodig is, en daar sta ik volledig achter. Maar het is ook die geest om te gaan kijken van hoe kunnen we vanuit de letter van de wet toch nog eigenlijk naar oplossing gaan zoeken. En daar zijn wij momenteel nu eigenlijk weer naar oplossingen aan het zoeken, maar merken we dat we zelfs bij partijen waar dat we niet zouden verwachten ook wel op een bepaalde mindset botsen, en waar dat wij heel graag voorbij aan geraken. Dus ik denk dat wij ook een CEO als, van Jumbo nodig hebben om daar enige daadkracht dan bij het woord te voegen en om daar misschien hoger in de organisatie te gaan om daar verandering te brengen. Goed, dat was kort mijn bedenking. Ik ben alvast geïnteresseerd om te horen wat dat de bedenkingen zijn.
Heel erg bedankt, Jasper. Ik denk dat ik voor iedereen wel kan spreken dat heel interessant zijn. Zijn er al vragen voor Jasper over de presentatie of bedenkingen? Oei. Nina? Ja? Ja, ik vond eventjes de vraag naar het koffieproject. Hè? Ja. Wat zie je nu gebeuren? Dus het is ook een moeilijk jaar geweest doordat allerlei kantoren, bureaus, horeca gesloten waren. Maar wat is het perspectief met betrekking tot ophaling en inzameling van koffiegruis? Wij gaan ons eerst focussen op het, eigenlijk om daar inderdaad van los te komen van die issues dat er rond zijn, gaan wij ons eerst focussen op het ophalen effectief bij een koffiebrander. Dat zorgt ervoor dat wij een aantal stappen, dat we niet, een aantal uitdagingen zou ik eerder zeggen, niet hoeven te nemen. Wat dat eigenlijk ons vergemakkelijk om die business case te maken. Dus dat is in de eerste fase, om daar tractie te gaan aantonen en investeringen te kunnen gaan aanhalen. En daarnaast, wij geloven wel naar 2022 toe, dat er daar het grootste deel zal toch terugkeren naar kantoor. En daar gaan we nog altijd wel die inzamelingen gaan organiseren. En dat is niet enkel op kantoor. Dus we zijn ook, om je een idee te geven, met spelers zoals KBC, de KBC-toren in Gent, zijn mee aan het babbelen. Maar ook IKEA Gent, die heel grote koffie, eigenlijk de grootste horecazaak van België, zijn we ook mee in gesprek. Naast een Starbucks. Dus laat ons zeggen, het is niet enkel op het kantoor dat we ons willen mikken, maar toch daar geloven we ook, daar zal een groot deel van het personeel zal terugkeren naar het kantoor. Zelf heb ik ook, ik denk dat er veel mensen ook genoeg hebben van het alleen maar thuiswerken. Dus er zal een daling zijn, maar er zal nog altijd genoeg zijn om op te gaan halen, want de volumes waarover dat we spreken is navenant. Wat dat we niet gaan doen, is echt naar die kleine koffiebars te gaan of bij mensen thuis gaan. Dat is, logistiek is dat zo'n uitdaging. We kunnen dat geoptimaliseerd krijgen. En dan een tweede iets waarmee dat we ook zitten, is we willen eigenlijk naar een innovatieve vuilnisbak gaan, die eigenlijk koffiehuis veel langer kan gaan bewaren. En waarbij dat wij maar logistiek naar één keer per week zouden moeten gaan. Waardoor dat je die kost ook naar beneden kan krijgen. Maar dat is weer al een deel R&D die moet gebeuren, en dat is pas in een latere fase. Dankjewel. Ja. Nee, met plezier. Ik denk, mijn vraag is voornamelijk, ja, ik heb een presentatie gemaakt, resoneert het bij hen? Dat is denk ik de allerbelangrijkste vraag. Ik denk dat er inderdaad uitdagingen zijn om dat vertaald te krijgen naar intercommunales. Voor mij is vooral de grote vraag, we zien heel veel start-ups, zien zij daar linken mee te leggen? En uiteraard in België merk ik ook dat het aantal start-ups op dat vlak wel dun gezaaid is. Dus daar moet ik wel eerlijk in zijn. Maar ik denk dat Johan een opmerking heeft. Ja, zo mag. Dus kom Jasper alleen proficiat met het initiatief, dat zou ik maar zeggen. Ik zie heel veel gelijkenissen toen wij 20 jaar geleden met Milieustraatje begonnen. Hè. Ja. Milieustraatje is eigenlijk wel voor mij, hè, in die presentatie heb ik een ander idee gekregen. Hè. We mogen dat geen Milieustraatje niet meer noemen. Nee. Wij moeten dat, een naam vinden die dichter aansluit bij een facilitator voor urban mining. En dan kom ik dicht bij uw uitdagingen. Hè. Mm-hmm. Ja. Dus ik denk wel dat we als intercommunale met zo'n initiatieven toch wel ook wel een stukje kunnen toevoegen. Hè. Allee, als er voldoende koffiegruis is, dan zal die grote speler wel in elke straat de 1000 kilo gaan ophalen. Hè. Ja, nee, absoluut. Als er voldoende sigaretten zijn en ze nemen elke dag af, gelukkig maar, dan zullen ze nooit gerecycleerd worden. Hè. Allee, zijn nee. Allee, komen we al een paar keer altijd tot hetzelfde, waar dat onze taak ligt als intercommunale. Ja. Niet bij de 1000 tv's. Hè. Nee, dat nee, zal wel geregeld worden door de recupels van deze wereld. En we zullen er wel een partner in zijn. Hè, voor zo, hè. Ja. Nee, inderdaad. Maar ik vond het ook interessant, want als ik me goed herinner, rond PVC heb je daar ook aanhaald, dat je ook met die bedrijven direct in contact staat. Ja, ja. En dat je merkt dat er daar wel opportuniteiten zich voordoen. Hè. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Ja, ik geloof echt in community. Ja, absoluut. Nee, geloof ik zeker. Maar het is inderdaad de juiste toon te vinden aan die bedrijven. Dat is echt... Mm.
de incentive. Dat voorbeeld van Pampers is het perfecte voorbeeld. Je moet in juiste de taal dat zij verstaan. Hetzelfde met de Starbucks. Wij gaan pas enkel gaan babbelen met hen als een, ofwel een kostenbesparing, of als ze een business opportuniteit verstaan, als mensen of burgers voor het een incentive gecreëerd worden om koffie te gaan inzamelen, maar ze krijgen dan een waardebon om Starbucks te gaan goedkoop, of een, voor koffie te gaan afhalen, bij manier van spreken. Dat is de taal die je moet gebruiken naar hen toe. Ja, we hebben op dit ogenblik in ontwikkeling een webplatform waar iedereen kan deelnemen met nudging en incentives, alle twee, om naar 30% minder afval te gaan. En ik denk dat we daar een app en een beetje de voorbeelden waar we met ons kop tegen de muur lopen, die nou weten wel, rond matrassen en matrassenrecycling, en wat ik daar ook soms van denk, soms is het greenwashing. Je moet oppassen dat we daar... Absoluut. Niet via een andere weg, de oude weg proberen te betreden. Hè? Ja, dat is zeker waar. Nee, maar ik ga zeker contact met mij opnemen, Johan. Ja. Ik heb de coördinaten via de website ingevuld. Ja, zeer goed. Super. Zijn er nog vragen voor Jasper? Want dan stel ik eigenlijk voor dat we het nu even afronden en een pauze nemen, omdat we al over tijd zijn. Aangezien de volgende sprekers al aan het wachten zijn. Dus Jasper, Tom, bedankt voor jullie super interessante presentaties. Ik denk dat we zeker nog verder contact met jullie opnemen hierover. En ja, nogmaals bedankt en tot zometeen. Ik stel voor dat we 5 minuten pauzeren en dat we dan verder gaan over de communicatiewerking van afvalintercommunales. En dat doen we samen met Ilse Luipaert van Limburg.net en Laura van de Woestijnen van Laura from the Desert. Tot straks allemaal. Oké, bedankt.
Oké, welkom terug allemaal. Ik hoop dat iedereen terug is van de wc en het eten van een banaan. Misschien kunnen jullie even een teken van leven geven, dat iedereen terug er klaar voor is eigenlijk, voor het volgende deel. Ah, Inge is er klaar voor. Ik zie ook Helen en mijn collega's, Kathleen. Hallo allemaal. Oké, kei tof. Dan gaan we er weer aan beginnen. Hè. Dus... we hebben het er net eigenlijk over gehad, over hoe belangrijk communicatie eigenlijk is om mensen te informeren en mensen mee te krijgen in een nieuw verhaal. Dit wordt bijvoorbeeld ook duidelijk uit de bevraging die Inter Afval in 2017 aan haar leden heeft gesteld. Van alle intercommunales, communicatieacties van de intercommunales, gaat er bijvoorbeeld het grootste deel toch wel naar externe communicatie. Interne communicatie is natuurlijk ook heel belangrijk om iedereen mee te krijgen in dat proces. Omdat we eigenlijk een beetje met tijdsnood zitten, zou ik toch ineens rechtstreeks door willen gaan naar onze externe sprekers, die daar toch iets meer van weten dan mij. We hebben vandaag aanwezig Laura from the Desert, oftewel Laura from... Ik blijf daar toch mee sukkelen. Laura van de Woestijnen en Ilse Luipaerts. Goedemorgen of goede voormiddag. Laura, kan jij je misschien eens voorstellen? Ja, hallo iedereen. Mijn naam is Laura van de Woestijnen. En mijn blog en Instagrampagina heet dus Laura from the Desert. Wat dus een vertaling is van mijn achternaam in het Engels. En via die weg, dus via dat platform, probeer ik eigenlijk... mijn zoektocht naar ecologischer leven te delen met de mensen die mij volgen. Daarnaast werk ik ook in een communicatiebureau voor duurzaamheidscommunicatie. Allee, onze expertise is duurzaamheidscommunicatie. Daar ligt ook wel echt mijn interesse en daar heb ik ook een beetje kennis rond communicatie nog kunnen opdoen. Dus voilà. Oké, dankjewel. En naast jou, op mijn scherm tenminste, zit Ilse Luipaerts. Goedemorgen Ilse, wil jij jezelf ook eens voorstellen? Goedemorgen, ik ben Ilse Luipaerts. Ik ben manager communicatie bij afvalintercommunalelimburg.net. Ja, wij doen heel wat communicatie en natuurlijk de standaard communicatie over recyclage, parken, ophaaldata. Maar daarnaast zetten we ook heel sterk in op preventie en op de circulaire communicatie van hoe we afval kunnen hergebruiken. Dus daarom was ik blij dat vandaag deze sessie doorging en dat we ook rond communicatie daarover iets kunnen zeggen. Oké, kei fijn. Dan zou ik er eigenlijk direct al willen invliegen. Want uit dit perceptieonderzoek, het is wel van eventjes geleden natuurlijk, blijkt bijvoorbeeld dat de intercommunales voornamelijk communiceren naar inwoners en niet naar hun venoten. Is dat een bewuste keuze? Is dat een verlies? Want ik zou denken dat je toch wel je lokale besturen mee moet hebben om circulaire initiatieven op te zetten. Ja. Ik zal er als eerste even op inpikken. Wij als Limburg.net zijn een heel grote intercommunale, hebben heel veel gemeenten onder ons en we vinden het wel heel
heel belangrijk om contact te houden met die gemeente, om hen op de hoogte te houden. Dus we hebben regelmatig ambtenarenoverleg, waar dat we met de ambtenaren dingen informeren, presentaties geven, hen informatie doorgeven. We maken ook kant-en-klaar communicatiemateriaal voor hen, omdat zij een heel belangrijk doorgeefluik zijn voor onze informatie. We zien als zij het op hun kanalen verspreiden, dat we heel snel en heel goedkoop heel veel mensen bereiken. Dus we vinden dat toch wel een belangrijke pijler om in ons communicatiebeleid mee te nemen. En sinds een tweetal jaren doen we ook breinlabo's met de ambtenaren en vaak ook met de politiek. Om van hen te weten te komen hoe zij over bepaalde thema's denken en zo input te krijgen voor onze werking en ons communicatiebeleid. Oké, kei interessant. En Laura, ja, jij werkt niet voor een intercommunale. Jij kunt eigenlijk zelf beslissen met wie en wat je communiceert. Jij communiceert dus voornamelijk naar je volgers. Als ik het goed heb, zijn het er 10.000 op Instagram? Of ja. Is er soms ook nood om met andere actoren te communiceren? Denk maar bijvoorbeeld, stel je doet een post over een herbruikbare beker. En je volgers communiceren daarover, die liken daar, die reageren daarop. Koppel je soms ook terug naar de producent van die herbruikbare beker? Of hoe gebeurt dat meestal? Dus sowieso is mijn doelgroep zijn gewoon burgers, zijn individuen die graag een centje willen bijdragen. Ik weet natuurlijk ook dat niet enkel onze verantwoordelijkheid is. Dat we dus ook moeten samenwerken met andere partijen. Dus ik ga vaak ook content creëren vanuit mijn eigen. Dus inderdaad een herbruikbare beker voorstellen. Maar toch merk je dat de consumenten ook altijd vragen van oké, waar heb je dat gehaald? Waar heb je dat gekocht? Wat zijn duurzame of ecologische brands dat je kan aanraden? En tegenwoordig heb je dan ook wel vaker samenwerkingen met bedrijven om een bepaald product of dienst in de kijker te zetten. En dat is natuurlijk al de bedoeling dat wij daar samen beiden over communiceren. Ook om die boodschap dan op die manier te versterken. Mm-hmm. En heb je daarbij enkele basisprincipes die je hanteert voor je een nieuwe communicatieactie of nieuwe post doet of een nieuwe storyline? Ik vertrek meestal eigenlijk gewoon wat ik zelf interessant vind, wat ik zelf leerrijk vind. En dan ook altijd een beetje die in mijn achterhoofd houdende. Zeker als je bij een communicatiebureau werkt, dan is dat altijd van what's in it for me? Dus de persoon die die informatie ontvangt. Die moet daar ook echt iets aan hebben. Dus het is wel ook mijn bedoeling om echt te inspireren en mensen ook aan te zetten om kleine gewoontes in hun dagelijks leven te veranderen. Dus dat is eigenlijk een beetje, het moet langs de ene kant natuurlijk wel mij interesseren en het moet een soort van inspiratiedoel hebben. Ja, oké, begrijpelijk. Ilse, Laura heeft dus iets meer vrijheid in hoe en wat ze communiceert. Hoe gaan jullie daarmee om? Hebben jullie basisprincipes? Die jullie gebruiken voor de communicatie? Ja, wij hebben natuurlijk als eerste basisprincipe preventie. Hè, dus dat vinden wij het allerbelangrijkste, dat we in elke communicatieboodschap nadenken hoe kunnen we mensen aanzetten tot preventie. Het is ook belangrijk dat we in ons achterhoofd houden dat we in het algemeen belang communiceren voor een heel groot doelpubliek, maar dat er ook verschillende subdoelgroepen zijn waar we rekening mee moeten houden. Inclusie is ook een heel belangrijke pijler van onze communicatiedoelstellingen, dat we zorgen dat we iedereen mee hebben. Dus dat zijn zowat de grote lijnen die wij altijd bij elke communicatiecampagne hanteren als we starten met de opmaak ervan. Ja, dus dat zijn eigenlijk ook basisprincipes die ongeveer parallel liggen met de principes van de circulaire economie. Laura, hoe ga jij daarmee om? Want ik denk dat inderdaad, Ilse heeft het net gezegd, inclusie een hele belangrijke is. Ik zou denken dat dat voor een influencer moeilijk is of juist heel makkelijk is om daarop in te pikken. Ja, ik weet ook wel dat mijn doelgroep of dat mijn volgers ook wel verdeeld zijn in twee groepen. Dus voornamelijk de mensen die voor het eerst een introductie willen tot duurzamer leven en echt nog maar die eerste stappen aan het zetten zijn. En daarnaast heb ik ook de mensen die al iets daar verder in gaan en die iets uitdagender zoeken. Maar voor mezelf probeer ik mijn content echt zo toegankelijk mogelijk te maken, zo laagdrempelig mogelijk te maken, om eigenlijk een ecologischer of een bewuster levensstijl echt aantrekkelijker te maken voor mensen. Dus ik probeer dat heel breed te trekken. Ik weet ook wel dat het moeilijk is om ik wil niet, I don't want to preach to the same choir over and over again. Dat is moeilijk, want op Instagram is natuurlijk makkelijk gevolgd of ontvolgd iemand. Als je niet meer interesseert, zij de weg. Dus daarom is het wel
voor mij de bedoeling om het toch toegankelijk en laagdrempelig te maken om zoveel mogelijk mensen in onze samenleving te kunnen aantrekken en te kunnen inspireren. Ja, ja, ja. Ilse, hoe gebeurt dat bij jullie? Is dat ook van, ja, het interesseert ze niet, ze zijn weg? Ik had bijvoorbeeld ook uit het perceptieonderzoek gelezen dat de meeste mensen hun info nog altijd wel bij de afvalkrant halen en niet per se via sociale media. Maar ja, sociale media, je kunt er niet omheen. Hoe bouwen jullie beleid daar rond? We zien toch wel dat dat de laatste jaren enorm in belang toeneemt. De afvalkalender in ons geval en ons magazine, dat in de bus valt, dat blijft de basis, want dat zit in elke brievenbus. Mensen krijgen dat thuis, dus dat wordt ook wel heel goed gelezen en heel goed opgevolgd. Maar we zien zeker in campagnes dat sociale media zeer belangrijk zijn, dat we daar voor een heel beperkt budget heel grote groepen kunnen bereiken, dat we daar ook duiding kunnen geven, dat het niet echt een vluchtig medium is, maar dat we daar ook wel dingen kunnen uitleggen, dat we daar audiovisueel kunnen werken, wat natuurlijk veel interessanter is. En dat we daar ook vaak doelgroepen mee bereiken die we minder bereiken met uitgebreide magazines, met heel veel tekst in een brievenbus te gaan steken. Als je dan een leuke Facebook-post maakt met een filmpje, kan je die mensen misschien ook wel bereiken. En het houdt ook wel een beetje vinger aan de pols. Je krijgt feedback. Als je brieven gaat sturen en folders gaat sturen, is er weinig tweewegscommunicatie, terwijl met Facebook en met andere sociale media krijgen we toch wel heel veel feedback die ook wel nuttig is om campagnes in de toekomst bij te schaven. Ja, en we hadden ook al een eerder gesprek waarin duidelijk werd dat jullie al samen hebben gewerkt met een extern communicatiebureau en dat jullie echt moesten hameren op het feit dat inhoud primeert op het visuele. Laura, hoe ga jij daarmee om? Want jij hebt natuurlijk niet echt de werking van afval op te halen en te verwerken. Geen afvalkrantjes om verder eigenlijk je visie mee uit te leggen. Hoe ga jij ermee om via sociale media toch altijd inhoudelijk de boodschap in al zijn complexiteit te delen? Het lijkt me heel moeilijk. Ja, even mijn micro ontdempen. Ja, het is wel echt zoeken naar een balans, hoor. Want ik merk ook wel dat vanaf dat de boodschap te complex is, dat mensen ook afhaken en de moeite niet nemen om uitgebreid een post te lezen. Dus in het begin, als ik begon, een drietal jaar geleden, probeerde ik bij elke post echt heel, heel diep en uitgebreid een onderwerp uit te lichten. Mm-hmm. Maar zo gaandeweg heb ik ook een beetje geleerd van, oké, hoe zie ik mijn rol als influencer op sociale media? Hoe wil ik dat aanpakken? En dan heb ik toch beslist dat ik het iets breder en iets laagdrempeliger wil maken. En de boodschap zo een beetje simplificeren of simplifyen. Ik heb in Amerika gewoond, dus soms zijn mijn woorden denk ik nog een beetje in het Engels na. Maar ja, het is ook moeilijk, want zoals je zei, het visuele is heel belangrijk op sociale media. En ik denk dat het is ook gewoon zo dat als je een foto van jezelf post, dat scoort gewoon beter. En daar probeer ik dan toch wel iets inhoudelijks aan te koppelen. Maar het is een balans tussen luchtige boodschappen. Ik denk vooral een positief verhaal brengen. Dat is echt iets wat ik heel belangrijk vind. Af en toe moeten we wel de dringendheid van de zaak wel eens opmerken. Maar ik denk vooral een positief verhaal brengen, dat er ook een beetje visueel, esthetisch goed uitziet. En dan eenvoudigere boodschappen toch afwisselen met een iets serieuzere, complexere toon. Ja, je hebt het daarnet denk ik ook zelf al eens aangehaald, dat als je een foto van jezelf post op sociale media, dat dat meer aandacht krijgt als van iets anders. Hoe kunnen afvalintercommunales daarmee omgaan eigenlijk, om ook een beetje zo die gehechtheid van hun volgers, of in dit geval van de burgers binnen hun werkingsgebied, om die toch te kunnen capteren eigenlijk? Ik weet niet of de vraag voor mij of voor Laura was, maar wij doen dat vaak met BV's. Dus wij zoeken vaak bekende Limburgers in ons geval dan, die ook wel echt achter de boodschap staan. We selecteren ze wel dat ze ook echt wel mee de boodschap uitdragen in hun dagelijkse leven. Dat ze het niet gewoon doen voor de campagne en dan in hun dagelijkse leven iets helemaal anders doen. Dus met BV's werken werkt wel heel goed. En vaak ook met influencers. Als we echt social media campagnes gaan doen, dan gaan we op zoek naar influencers die in onze regio wonen en die ook wel hetzelfde thema uitdragen om mee de boodschap te verspreiden. En als je er een persoon kunt opplakken, dat werkt altijd beter. Mensen die hebben graag een gezicht op hun communicatie. Dus we zien wel dat zo de boodschap goed verspreid geraakt en dat mensen er aandacht voor hebben. Ja,
Hebben jullie eigenlijk ooit al eens een persoon binnen jullie eigen, binnen de eigen werking van Limburg.net als persoon voorgebracht? Echt in een campagne niet. We doen wel soms als we filmpjes opnemen, fotoshoots, dan is dat wel vaak met eigen medewerkers. Maar echt zo als gezicht van een campagne, dan kiezen we toch vaak voor iemand die echt in heel Limburg bekend is en die heel veel volgers of heel veel fans heeft, zodat we een groot bereik halen. Ja, want Limburg.net heeft denk ik wel heel veel succesverhalen qua goede campagnes, zoals Afvalvrij Mei. De keukenafvalcampagne in Lommel. Is er voor jou één campagne dat je denkt, ja, die zou eigenlijk ook uitgebreid kunnen worden naar heel Vlaanderen? Of daar zouden de andere afvalintercommunales zeker ook eens mee aan de slag moeten gaan? Ja, ik denk onze Afvalvrij Mei-campagne, die loopt nu sinds 2018, als ik me niet vergis. En we zien elk jaar dat dat meer en meer begint ingang te krijgen. De meeste mensen kennen de Week van de Afvalophaler ondertussen. Daar hebben we ook gezien, het duurt een paar jaar voordat mensen mee zijn met die campagne. En bij Afvalvrij Mei is dat nu het geval. Het is echt een gevestigde waarde geworden, waar we elk jaar in mei een maand lang echt rond preventie gaan werken. En we een bepaald thema kiezen waar we op inzoomen. En mensen op die manier, ook zoals Laura zei, heel positief gaan benaderen, maar ze wel gaan aanzetten tot afvalpreventie. En dit jaar hebben we dat zelfs uitgebreid met een jaarlange campagne rond slimme sorteerders, waar we ambassadeurs gaan inzetten. Geen eigen medewerkers, maar wel mensen van in de gemeente, mensen die, ze, die gekend zijn in hun gemeenschap en die dan gaan vertellen hoe zij slimme sorteerders tips toepassen in hun dagelijks leven. Dus ja, dat is wel een campagne die, die werkt, zien we. Dat we als we mensen concrete tips gaan geven en op een positieve manier gaan benaderen, elk jaar opnieuw rond dezelfde periode, dat dat wel iets is dat leeft bij de mensen. Oké. Okay. Laura, heb jij ook voorbeelden wat je, waarvan je denkt van ja, voor mij was dat wel een goede actie en misschien eventueel overdraagbaar naar een afvalintercommunale? Ja, ik heb er eens concreet over nagedacht, om zo'n voorbeeld naar voren te brengen, maar het zijn er wel zoveel. Ik merk, als ik zo daar een rode draad in kan zoeken en kan vinden, dan is dat echt dat mensen op zoek zijn naar inderdaad handige tips en tricks. Ze zijn echt op zoek naar, naar inspiratie. Echt iets wat, dat niet veel energie kost, dat niet veel moeite kost, maar dat ze zelf makkelijk aan de slag kunnen. En ik hoor het ook al voorbij komen in het voorgesprek. Echt een incentive voor die mensen ook. Het is natuurlijk altijd positief als ze inderdaad doorhebben dat ze er geld mee kunnen sparen. Of dat het een voordeel heeft voor die persoon. Natuurlijk is het redden van onze aarde natuurlijk al een groot voordeel. Maar je merkt dat mensen soms toch wel echt iets meer hebben. En zo heel van die easy swaps, dat is iets dat, dat altijd wel werkt. Ja. Bij mij toch. En heb jij ook een manier om het succes van een communicatiecampagne te meten? Ik denk dat dat voor afvalintercommunales ook nog altijd een moeilijke klus is om te zien van, heeft de campagne ertoe bijgedragen dat, dat er mensen beter sorteren? Heb jij daar voorbeelden van? Of? Is dat naar Ilse of naar mij? Maakt weer dan niet uit, eigenlijk. Dus ik ben heel benieuwd naar jullie beide visies daarover. Snel is zeggen bij mij inderdaad, zeker als ik samenwerk met bedrijven, dan wordt er echt gekeken naar likes en comments en shares enzovoort. Maar voor mij is het echt vooral het leuke dat ik dus door sociale media echt, dat dat inderdaad een gesprek is met mijn volgers. Er is interactie, ik krijg feedback van hen door comments. Maar sommige mensen vinden het ook leuker om een privéberichtje te sturen. En dan is dat voor mij echt heel motiverend om te zien dat er heel vaak de vraag komt van, hey, ik zou graag de overstap maken naar dit of dit. Heb je daar tips voor? Of feedback geven van, ik zag je campagne, kei leuk. Ik ga er nu zelf ook mee aan de slag. Dus dat is vooral door echt interactie met de volgers, echt een gesprek op gang te brengen. En zo is dat voor mij duidelijk van, daar gaat echt enorm op in. Of het blijft stil. Dat is een beetje de enige manier voor mij om dat inderdaad op te volgen. Of dat succesvol is geweest of niet. Ja, inderdaad. Ilse, hebben jullie ondertussen al een succesformule om te zien of een campagne zijn werk heeft gedaan of niet? Het blijft heel moeilijk, hè. Enerzijds kan je afvalcijfers gaan meten en zien hoeveel zamelen we in, maar daar zijn zoveel dingen die daar een invloed op hebben. Dus dat zegt wel iets, maar dat zegt niet alles. Maar net als Laura denk ik dat interactie, hoeveel feedback krijg je daarop, hoeveel wordt er vanuit de pers op ingesprongen, hoeveel sociale media reacties krijg je, dat dan nog altijd de beste graadmeter is.
is niet noodzakelijk zo dat het echt nodig is dat mensen veel minder afval gaan aanbieden. Maar vooral als ze erover praten, dat ze ermee bezig zijn, dat ze dingen veranderen in hun dagelijks leven. Soms kleine dingen kunnen de aanleiding zijn om op termijn veel meer te veranderen. Dus ik denk dat die dialoog die erover ontstaat, dat het belangrijkste is om te weten of je campagne succesvol is. Oké, goed. En dan misschien de laatste vraag, omdat we een beetje uitlopen op de 11:15. Wat is voor jullie de grootste uitdaging om te communiceren over de circulaire economie of richting de circulaire economie te gaan? Ja, ik denk voor ons is het die boodschap echt bij iedereen krijgen. Er is een bepaalde doelgroep of een bepaald deel van de bevolking dat daar al heel erg van overtuigd is, dat daarmee bezig is. Dus die mensen bereiken heel makkelijk. Maar er is ook nog altijd een heel groot stuk dat daar nog heel ver van af staat. En die je met allerlei manieren, kanalen, communicatieproducten, communicatietechnieken moet bereiken en moet stapje per stapje in die richting proberen te krijgen. En dat is denk ik op dit moment nog altijd de grootste uitdaging voor ons. Oké. Ik vind het ook wel heel herkenbaar hoor. Inderdaad, meer mensen bereiken en bij mij ook vaak inspiratie voor content en een beetje die creativiteit die daarbij hoort. Want zeker op sociale media is het echt een, geen war for talent, maar je ziet zoveel, er wordt continu naar je hoofd gesmeten met informatie en aan leuke foto's en leuke video's en how do you stand out en je eigen stem daarin vinden. Om je eigen een beetje op een speciale manier interessante content naar voren te kunnen schuiven. Dus dat blijft bij mij een beetje de grootste uitdaging. Ja, nu doe ik dit ook voorlopig als een hobby, dus niet al mijn tijd en creativiteit kan daarin gaan. Maar dat is iets wat ik wel echt in de toekomst ook wel meer op wil inzetten. Want ik denk ook dat hoe creatiever dat je bent in je communicatie, hoe meer dat je eruit springt, hoe meer mensen dat je erbij gaat kunnen betrekken en gaat kunnen aanspreken. Dus dat is voor mij wel een werkpuntje, laat het zo zeggen. Oké, dus eigenlijk is het soms misschien zelfs nog een luxe voor een afval intercommunale om gewoon eens de openingsuren te kunnen delen en niet per se je hoofd te breken over hoe je dat op een toffe manier en zotte creatieve manier gaat overbrengen. Oké, zijn er zelf nog dingen die jullie willen toevoegen of zeker willen delen met de deelnemers? Zijn er vragen vanuit het publiek? Dat mag natuurlijk ook. Vragen voor Ilse en Laura over communicatie natuurlijk. Zo niet direct. Maakt ook niet uit, want de webinar wordt opgenomen. Ik denk dat mensen jullie ook makkelijk kunnen contacteren via mail of via Instagram bijvoorbeeld. Oké, goed. Dan denk ik dat we erop zitten voor vandaag. Laura, Ilse, heel erg bedankt voor jullie visie. Dat was heel interessant en ik hoop dat de deelnemers er ook iets van hebben opgestoken. Merci allemaal. En dan zou ik zeggen, misschien even de zon ingaan voor de volgende webinar weer begint. En tot de volgende keer allemaal. Zometeen begint ook de basisopleiding. Tot ziens. Tada. Dag allemaal. Tot ziens.